Goedenavond, welkom op deze raadscommissie. Oké. Ze krijgen mij niet zo gauw gek, dus... Speciaal welkom aan het college, ambtenaren, mensen op de tribune. U bent vanavond in grote getale gekomen om hier toehoorder te zijn. U mag luisteren wat de commissie en het college met elkaar bespreken. Welkom aan de mensen van de pers. En uiteraard, en hopelijk komt het beter over als vorige week, de mensen thuis die met ons meekijken en meeluisteren. Afwezig zijn vandaag de heer Ramaker, de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid, maar die laatst zich vervangen door de heer Broeren. En ook de heer Noten heeft het ziektebed opgezocht, dus die is er ook niet aanwezig. Dan punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. Er hebben zich 2 mensen aangemeld, of eigenlijk 3. En als eerste de heer G. van Weert. En die wil inspreken over het onderwerp wet voorkeursrecht en krediet strategische grond aankopen. De commissieleden en het college hebben inmiddels een presentatie ontvangen. En aan u 5 minuten. Na de 5 minuten blijft u even staan. Mochten er vragen zijn uit de commissie, dan kunt u die beantwoorden. U mag starten. Nou, ik heb 3 onderwerpen die ik even langs wil lopen. Eerst wat de aanleiding is dat ik hier sta, wat mijn perspectief is. Dan het een en ander over de structuurvisie die nu geldt voor de uitbreidingen van Dalfsen. En dan wat over de strategische aankopen. Ik woon hier sinds 1995 in Dalfsen, maar sinds september wonen wij aan de Stegemanserf. En wij kijken aan de achterkant over de Leemkuurderweg uit over het WVG-gebied aan de westzijde. Toen wij kochten, gingen we uit van de geldende structuurvisie, want wat heb je anders, hè? Dus we vonden het een heel mooi iets dat we dan vrij uit konden kijken vanuit onze woning. En we zijn dan ook heel erg verbaasd sinds december dat er opeens een koersverandering aan de orde is. En begrijpen eigenlijk niet zo goed waarom, omdat er nog veel ruimte is aan de andere kant. Nou, u hebt wat plaatjes voor me. Dat is jullie op het eerste plaatje waar boven staat ons perspectief. Een rood stipje links, daar ziet u onze woning. En dat uitkijken bij ons, dat betekent ook dat we soms reën zien lopen. En andersom, dat er een dassenburcht is in het bosje. En als je vandaar kijkt, dan zie je mijn woning ook. Nou, wat de structuurvisie betreft, wat opvalt, is als je de hoofdtekening bekijkt, dat de beide WVG-gebieden die nu door BNW zijn aangewezen, eigenlijk helemaal buiten de structuurvisie liggen. Dus dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk. En als je ook de structuurvisie, staat ook een plaatje in met een groene lijn. En daar staat zelfs een tekst onder waar staat dat het niet wenselijk is om buiten die groene lijn te komen met het dorp Dalfsen. Dat zou afbreuk doen aan de structuur van het dorp. En de beide WVG-gebieden liggen er of helemaal aan de westkant of deels buiten. Bij de structuurvisie zit ook nog een bijlage 3, waarin gemotiveerd is waarom we nu uitbreiden in Oosterdalfsen en niet aan de westkant. Aan de westkant zijn 2 deelgebieden onderscheiden, B en C, zie je op het kaartje staan. En daarvan staat in de structuurvisie, onder het kopje afweging, dat in deelgebied B, dat is dus recht tegenover ons, dat het ongewenst is om daar te bouwen, omdat een koppeling aan Ankum ongewenst is. En het wordt een verstoring van het stedenbouwkundig patroon genoemd. Het deelgebied C, dus dat is iets lager. Daar is sprake van een relatief kleinschalig landschap. Beplantingselementen die beeldbepalend zijn. Een primair waterwerkingsgebied. Dat er nauwelijks ruimte is voor woninguitbreiding. En daar is gekozen voor alleen enkele boerenerven bij Brouwer en bij de Leemkuurder. Dus ik heb me steeds afgevraagd waarom gaan we niet eigenlijk bij Oosterdalfsen verder, want daar is nog heel veel ruimte voor heel veel jaren. Ik ben op 2 bijeenkomsten geweest van plaatselijk belang Ankum en de eerste was ook de wethouder aanwezig en die vertelde toen dat een rol speelt de kosten van de archeologische opgraving voor Oosterdalfsen 1.
En de vrees dat dat ook zal gebeuren bij Oosterdalse 2. Dat staat echter niet in het raadsvoorstel dat u gekregen hebt. En als je kijkt op de kaarten die bij de structuurvisie zitten, dan blijkt ook dat de archeologische verwachtingswaarde aan beide kanten gelijk is. Ik vraag me dus af of het eigenlijk niet juist is om eerst eventueel de structuurvisie te herzien als er redenen zijn, zoals archeologische opgravingen, om er nog eens opnieuw naar te kijken. En of we dan ook niet dat met burgerparticipatie moeten doen. En niet alleen met de mensen in de WVG-gebieden, maar gewoon met de inwoners van Dalfsen. Nou, het kaartje van archeologische verwachtingswaarde heb ik erbij gestopt. Het is eigenlijk wel jammer dat de insprekers het niet kunnen zien. Ik heb nog gevraagd of dat hier geprojecteerd kon worden, maar de techniek bij Dalfsen is nog niet zo ver, geloof ik. Dan iets over de strategische grond aankopen. Dat lijkt een ander onderwerp. Het staat ook wat verderop op de agenda. Maar door een opmerking ook van de wethouder in Ankum werd ik ook wel wat ongerust. De wethouder zei van ja, in Dalfsen daar komen we eigenlijk nooit toe aan onteigeningen. En dat is hij trots op. Dat betekent, als je het omkeert, dat we in Dalfsen blijkbaar het laten afhangen van waar we grond kunnen verwerven, waar we uitbreiden. En dat zou ik een heel rare zaak vinden als dat zo is. Want als je aan ruimtelijke ordening doet, dan hoor je een goede ruimtelijke afweging te doen. En je niet te laten leiden door louter de mogelijkheden om ergens grond aan, vrijwillig aan te verwerven. Het is ook zo trouwens dat de onteigeningswet juist heel veel kader en regels en mogelijkheden biedt om je als verkoper te verweren tegen de koper. Eigenlijk meer dan in een vrijwillige grondverwerving. Meneer Van Weert, u hebt nog een half minuut. Nou, ik ben nu bij de samenvattende. Ik vind dat het WVG-opleggen slecht is onderbouwd, hè, omdat ook eigenlijk de redenen worden niet op. Het wordt alleen als reden opgevoerd dat er kans is op projectontwikkelaars. Het is een hele sterke afwijking van bestaand beleid, want u zit helemaal buiten de structuurvisie, grotendeels. Ik ben bang voor grondaankopen die leidend worden voor ruimtelijke keuzes. Ik hoor het graag anders als het anders is. En ik vind eigenlijk dat de structuurvisie eerst ordelijk herzien moet worden met brede burgerparticipatie. Ik heb er een aantal kaartjes bij gedaan, die ga ik niet met u doornemen, maar die laten de ontwikkeling van het dorp Dalfsen zien vanaf 1955. Dus mijn vrouw geboren, dus daar ga je dan vanuit niet meer. En dan zie je tot 2015 een enorme ontwikkeling. En ik vind dat we erover moeten praten van hoe lang we daarmee doorgaan, in welk tempo. Dat was mijn reactie, dank u wel. Dank u wel, in eerste instantie meneer Van Weert. Ik kijk de commissie even rond. Wie heeft de vragen voor meneer Van Weert? Jawel. De heer Lochtenberg, CDA. Ja, meneer Van Weert, ik heb niet zozeer een vraag, want het is me wel duidelijk wat u presenteert. Maar wel wil ik even mijn waardering uitspreken voor de manier waarop u het hier presenteert. Want dat is wel erg verhelderend zo. Dank u wel. Dank u. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, daar sluit ik graag bij aan. Het is me niet helemaal duidelijk. U valt niet zelf met uw woning, als ik het plaatje bekijk, valt u niet zelf in de... Nee, in de grond. Dus er is geen focusrecht op uw kavel gevestigd. Stel dat dan uiteindelijk zou besloten worden om daar te bouwen aan de andere kant. Ja. Dat is mijn probleem. En dan kan iedereen zeggen van ja, daar besluiten we nu nog niet over. Maar er wordt wel een voorschot genomen. En in combinatie met eventuele verwervingen maak ik me daar de zorgen over. Duidelijk, dankjewel. Ik zie verder geen lampjes branden. Dank u wel, meneer Van Weert. Dan komen we bij de tweede inspreker of insprekersduo, mag ik aannemen, naar de vorige keer. De heer en mevrouw Brinksma over agendapunt stedenbouwkundige invulling appartementengebouw Pignel, locatie. Ah. Aan u ook 5 minuten. Dank u wel. Beste raadsleden, naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de invulling van de Pignel-locatie blijven wij ons verbazen over 2 punten. Punt 1. Het ontwerp past niet in het bestemmingsplan waarin staat dat de bouwhoogte maximaal 8 meter hoog mag zijn. Juist dit punt is het grootste struikelblok voor ons en voor onze buurt. Punt 2. Gemeente Dalfsen stelt dat iedere nieuwbouw gasloos moet zijn.
Alle burgers en instellingen dienen zich aan wetten en regels te houden. Waarom moet er bij dit project niet één, maar zelfs twee uitzonderingen worden gemaakt? Het kan toch niet zo zijn dat met het slikken of stikken mechanisme de gemeenteraad op de knieën wordt gedwongen? Dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Brinksma. Zijn er vanuit de commissie nog vragen voor meneer Brinksma? Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, ik heb nog wel één vraag. We hebben een verslag gekregen van de Vechthorst waarin gesproken wordt over hoe er met de buurt gesproken is. En daar komt eigenlijk uit naar voren dat er naast goede gesprekken ook goede uitkomsten zijn voor twee partijen, te weten de omwonenden en de Vechthorst. Maar toch staat u hier. Dus ik hoor graag iets over dat verschil van inzicht. Ja, nou, meneer Brinksma. Wij kregen ook het idee inderdaad dat het gevoel werd gewekt dat, dat we in goed overleg zijn geweest. Dat klopt ook. Alleen we hebben twee keer een overleg gehad. En eigenlijk tijdens het eerste overleg was het na 5 minuten al duidelijk dat er aan het gebouw verder niks veranderd kon worden. Qua hoogte, qua omvang, qua plaats op de kavel. Dus uiteindelijk ging het alleen over eventuele pleisters op de wonden, zoals we dat dan noemen. En dat verbaasde ons wel. Er werd volgens mij gevraagd vanuit de raad van joh, ga met elkaar in overleg en kijk of je nog wat aan het gebouw kan doen. Maar dat was gelijk 0,0. Het gebouw werd niet verder aangepast en zo werd het weer ingediend. Dus ja, vandaar dat ik hier sta. Ik even verder rond. En verder geen vragen. Dank u wel voor uw inbreng, meneer Brinksma. Daarmee hebben we agendapunt 2 afgehandeld en dan gaan we verder met agendapunt 3, vaststelling agenda. Ik wil de agenda afwerken conform het voorgestelde. Ik neem aan dat u daarmee akkoord bent. Akkoord, dan gaan we verder met punt 4. Vestigen, voorkeursrechten, Kern Dalsen, verantwoordelijk wethouder. De heer Van Leeuwen, voorbereidend besluitvormend. Het college van BMW heeft op 12 december 2017 een voorkeursrecht gevestigd voor een periode van 3 maanden op diverse percelen grond gelegen rondom de kom van de Kern Dalsen. Op grond van de wet voorkeursrecht gemeenten vervalt dit besluit van rechtswege na 3 maanden, tenzij de gemeenteraad binnen deze termijn een aanwijzingsbesluit neemt. Het college van BMW vraagt u om dit aanwijzingsbesluit te nemen in de raadsvergadering van februari. Belanghebbenden konden tegen het besluit van het college een bezwaarschrift indienen. Meerdere belanghebbenden hebben dit ook gedaan. Van de inhoud van deze bezwaarschriften heeft u kennis genomen via het RIS. Indien de gemeenteraad besluit tot het aanwijzen van een voorkeursrecht op de gronden, dan wordt geacht het bezwaarschrift zich ook te richten tegen het raadsbesluit. Belanghebbenden behoeven dan niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Daarnaast heeft het college belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Deze zienswijzen zijn eveneens gepubliceerd op het RIS. Vandaag zijn er nog technische vragen gesteld door D66. Die worden schriftelijk beantwoord. Behandeling in 2 ronden. Informerende ronde, opinierende ronde en ambtelijke ondersteuning van de heer Roemers. Welkom. Dan wil ik beginnen met de informerende ronde en wie heeft daarvoor vragen? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb een 5-tal vragen. De eerste vraag die ik heb is van hoeveel woningen wilt u realiseren in de kern van Dalsen tussen nu en 2040? En waarop is dit getal gebaseerd? En is er wel een vraag naar deze hoeveelheid woningen? De afgeleide vraag daarvan is ook nog een keer van waarom is er gekozen voor deze gebieden die nu voorliggen? En een volgende vraag die ik heb is, als ik het goed begrijp, moet de gemeente met het vestigen van het voorkeursrecht binnen 6 jaar de grond verwerven, omdat het voorkeursrecht anders vervalt.
3 jaar dat vervolgens nog eens met 3 jaar verlengd kan worden. Dat zie ik toch goed? En hoe moet ik dit zien? Kunnen we hieruit de conclusie trekken dat we binnen 6 jaar op deze locaties gaan starten met de ontwikkeling van bouwlocaties? Ik zie verder nergens meer iets over Oosterdalse 2. Is deze locatie nu van de baan? Zo niet. Wanneer verwacht u dan dat deze verkocht zijn? Tot zover mijn vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. In mei 2016 hebben we in de Raad gesproken over de samenwerkingsovereenkomst woonafspraken West-Overijssel en de woonvisie van Dalfsen. Er was sprake van een geplande toename van 423 huishoudens in de kern Dalfsen tussen 2015 en 2040, dus gemiddeld 17 per jaar. Tevens wordt een overzicht gegeven van nieuwbouwplannen van 2016 tot en met 2020. In 5 jaar 273 woningen, dat is 48 per jaar, zeg 50. Dan kom ik aan mijn vragen. Hoe verhouden de 50 woningen zich tot de aangegeven groei van circa 17 gezinnen per jaar? Waarom willen we meer bouwen dan de groei van het aantal gezinnen? Vanochtend vroeg heb ik een schriftelijke vraag ingediend. Kennelijk is er geen tijd geweest om uit te zoeken hoeveel gebouwde woningen er per kern en per jaar gedurende de laatste 10 of 20 jaar is gebouwd. Ik vind het jammer. Ik had gedacht dat het wel aanwezig zou zijn. Maar in de kaartjes van de heer Van der Weert hebben we gezien dat de explosie van nieuwbouw de afgelopen jaren in het dorp Dalfsen heeft plaatsgevonden. En de provincie heeft gezegd, die staat de bouw van 1022 woningen toe gedurende 10 jaar. In de hele gemeente dus circa 100 per jaar. Daarop is de planning van de bouw ook gebaseerd. Mijn vraag is, waarom dan nu, al een dik jaar na de vaststelling van de visie, dit voorkeursrecht? En waarom in elk geval niet wachten tot na de gemeenteraadverkiezingen? Waarom is er nu zo'n haast? En verder is de aankoop van gronden ook niet voorzien in de planvorming van de gemeente. Bij de begrotingsbehandeling is voorzien in een budget van 1 miljoen euro voor strategische grondaankopen, niet meer. En over gevoelszaken, die ook niet onbelangrijk zijn, heb ik nog 2 vragen. Heeft het college zich gerealiseerd dat het bekendmaken van hun besluit door een aangetekende brief aan de bewoners zoveel emotionele reacties zou oproepen? Veel mensen zijn namelijk onzeker geworden omdat het over hun woning of woonomgeving gaat. En de andere vraag is, waarom is er niet tevoren met de gemeenteraad overlegd, desnoods vertrouwelijk? Ook wij voelen ons overvallen, zeker gezien de recente vaststelling van de woonvisie. Dat is het, voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zullen overlappen, maar ik ga ze toch gewoon even stellen. Wij hebben ook de meest prangende vraag op dit moment. Waarom wijken wij af van onze eigen structuurvisie? Dus daar zien we graag een nader onderbouwing van. Welke overwegingen spelen een rol om in de keuze om ten westen van de kern Dalfsen een voorkeursrecht te vestigen? Tot nu toe is daar nooit sprake van geweest. Niet inderdaad, nou, zoals de heer Rooijakkers zegt, niet in onze visievorming, maar ook niet in de communicatie richting de Raad. Spelen de verwachte kosten voor archeologische opgravingen, zoals ook door de heer door de inspreker net gezegd, bij Oosterdals 2 een rol om de aandacht naar het westen te verleggen? Waarom is er pas een gesprek met het plaatselijk belang Ankum gekomen op verzoek van het plaatselijk belang? Waarom is er geen informatieavond vanuit de gemeente belegd? Dus proactief met je bewoners in gesprek gaan. En hoe ziet het verdere proces eruit? En dan doe ik vooral op de tijd die tussen de komende stappen gaat zitten. Dat zijn even onze vragen. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ook bij mij een paar vragen die op zijn minst wat in lijn liggen met de vragen die al gesteld zijn. De eerste is, was er nou op dit moment een directe aanleiding om nu dat voorkeursrecht op te leggen? De tweede is wat in lijn met de vraag van de VVD. Op het oog lijkt de keuze voor gronden aan de Hofmansteeg niet zo logisch. Waarom is het niet gekozen voor dichter bij de kern liggende gronden? Als derde, als er een erg groot gebied wordt vastgelegd, dan moet de gemeente ook in een groot gebied reageren op eventueel aangeboden percelen. Kan dat de gemeente niet in de wielen rijden? Want je verwerft mogelijk dure gronden in de verkeerde hoek en de bodem van een handelingsbudget kan ook snel worden bereikt. En als laatste, hoe lang schat u het tijdpad in naar een nieuwe structuurvisie? Dank u.
Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Voorkeursrecht op ruim 77 hectare rond de Kerndalse houten gemoederen inderdaad bezig. En we hebben daar wel een paar vragen bij. Het aantal is ook al gesteld. Toch maar even in een paar clusters opnieuw aan de orde. Welke uitgangspunten heeft het college gehanteerd als het gaat over de bouwvolumes voor de komende jaren? Verschillende versies al die vraag voorbij gekomen. Een tweede is eigenlijk de grondslag daarachter. Het college geeft aan dat het om te maken heeft met de ontwikkeling van de actuele vraag naar bouwkavels. Maar is dit de vraag die wij willen invullen? En in welk tempo, welke visie hanteert het college hierop? Dat zouden we graag willen vernemen. Dan vervolgens de gemaakte keuzes voor de gebieden. Eén ding was ons wel duidelijk, we gaan niet naar het zuiden. Het voorstel wat voor ons ligt, we gaan naar het oosten of we gaan naar het westen. Maar waarom is het noorden er niet bij gezet? Blijkbaar is er al een soort shortlist gemaakt en zijn er al gebieden afgevallen. Daar lezen we niets van, maar dat moeten we zelf concluderen. We zouden graag daar een nadere toelichting op willen hebben. De vraag is al gesteld over Oosterdalse 2. Heeft dat niet een aparte positie en hoe heeft het college daarnaar gekeken? Dan vervolgens over een aantal situaties binnen de gebieden die zijn aangeduid. Er liggen een aantal bijzondere objecten. En ik noem bijvoorbeeld de begraafplaats. Ik noem ook het risico of de kans op archeologische vondsten. En ik noem een vrij uitvoerig bos, perceel. Wat zijn de. Het aanwijzen van deze gebieden daar rekening mee gehouden? In welke mate heeft dat ook een rol gespeeld? En tenslotte staan er ook percelen op waar slechts een woning op staat. Is dat de bedoeling? En dan de laatste zit in de financiële risico's. Die is ook wel de vraag aan het CDA gesteld. Stel dat er redelijk massaal wordt aangeboden. Want er worden ook situaties gemeld dat mensen zeggen van nou, wat mij betreft prima. Maar wat betekent dat voor risico voor de gemeente? Lopen we straks het risico dat we op 7 verschillende plekken straks gronden hebben en maar naar 1 kant gaan uitbreiden? Hoe wil het college daarmee omgaan? Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Ik ga niet alle vragen herhalen, maar ik sluit me wel aan bij eigenlijk alle vragen die gesteld zijn. Het vestigen van een voorkeursrecht is een middel om speculaties tegen te gaan, zodra de gemeente ontwikkelingsplannen in een bepaald gebied heeft. Het is een zwaar middel met veel impact op het gevoel van vrijheid van bewoners en ondernemersmogelijkheden van bedrijven die er in dat gebied zitten. Het geeft veel onrust en veel onzekerheid. Als raad, het is al een paar keer gezegd, hebben we in meerdere visies onze kijk op de toekomst vastgelegd. Kijkend naar het gebied aan de westkant, daar zoom ik dan nu even op in, dan is het vestigen van een voorkeursrecht zeker niet in lijn met deze visies. Kan de wethouder aangeven op welke gronden het college toegekomen is om dergelijke zware maatregel te nemen in een gebied waarin het geheel geen plannen zijn? Op heel korte termijn, maar zeker binnen 3 jaar, moet hier nu duidelijkheid gegeven worden wat hier gaat gebeuren. Dus kortom, wethouder, waarom hier, waarom nu en wat is de aanleiding? Dank u wel, meneer Hof. Ik zie de wethouder nog volop schrijven. Dus ik wacht even voor hem het woord geven om de vragen te beantwoorden. Met elkaar wel een stuk of 35. Wethouder. Aan u de eer om deze vragen allemaal te beantwoorden. Ik weet niet of het een eer is, voorzitter, maar goed. Ik mag het wel doen. Er zijn een paar vragen die ik graag zometeen via u aan de heer Roemers zou willen voorleggen. Want die gaan mijn kennis te boven. Er is voor de belangrijkste vraag is eigenlijk, vind ik. Wat behelst de wet voorkeursrecht en het vestigen van voorkeursrecht voor de gemeente?
Ik denk dat de heer Hof daar het juiste antwoord op heeft gegeven. Dat is om te voorkomen dat speculanten zich een plek verwerven. We hoeven niet zo heel ver terug te gaan in de geschiedenis van Dalfsen om ons te realiseren dat dat wel degelijk gebeurd is. Met voor de gemeente nadelige gevolgen. De gemeente Dalfsen kent een actieve grondpolitiek. Dat wil zeggen dat wij niet afhankelijk willen zijn van speculanten en investeerders bij de ontwikkeling van onze woningen. Wij willen daar zelf de hand in houden. Daar stelt, althans tot op heden, de Raad ook hoge prijs op. Op deze manier zijn wij in staat om een woningaanbod te doen dat zeer divers is. Dat enerzijds rekening houdt met sociale woningbouw, maar anderzijds ook ruimte biedt voor vrije sector. Dat is tot op heden het beleid geweest. En daarop heeft het college gemeend te moeten voorsorteren. Want medio 2019, uiterlijk 2020, voorzien wij dat de gronden die voor Dalfsen beschikbaar zijn, in Oosterdalfsen, dat die helemaal uitgegeven zijn. En wat dan? Want mensen, inwoners, kinderen van Dalfsen willen ook in de toekomst in Dalfsen kunnen blijven wonen. En daarom zijn wij sinds augustus jongstleden bezig geweest met het voorbereiden van dit besluit. Het meest logische, en dat begrijp ik dat u daar zo over denkt, is dat je dan kijkt naar je structuurvisie. En dat blijkt dat we daar in Oosterdalfsen rekening mee hebben gehouden om daar nog verder uit te breiden. Terwijl we daarmee bezig waren, merkten we dat er toch ook in toenemende mate bij ons de indruk werd gewekt dat ook speculanten zich op de markt wilden gaan begeven. En het is voor een aantal ervaren raadsleden bekend dat aan de westzijde al eerder het wetvoorkeursrecht gevestigd is geweest. Dat is toen uiteindelijk niet doorgegaan en er is gekozen voor een oostelijke richting. Maar hij is daar wel degelijk op gronden gevestigd geweest. De afwegingen van het college zijn geweest dat wij, rekening houdend met het feit dat de structuurvisie aangeeft oostelijk, de Raad de grootst mogelijke ruimte willen bieden om eventueel ook naar de westelijke zijde uit te kunnen breiden. Dat is de reden waarom we dat gedaan hebben. En ja, het is heel veel grond. Dat klopt. Het financiële risico valt erg mee, want de gronden gaan onmiddellijk in een grondexploitatie. En dat betekent dat wij niet daar direct een groot risico lopen. Maar gaan wij al deze gronden verwerven? Het antwoord is nee, dat is nergens voor nodig. Ik zag in een presentatie van plaatselijk belang Ankum, die u vorige week is gepresenteerd, dat we dan tot 2073 voldoende gronden zouden hebben, gelet op het huidige tempo. Nou, u snapt dat dat onwenselijk is. Maar we willen wel de ruimte hebben en de armslag om te kijken wat is nu de meest gewenste uitbreiding. En technisch zal de heer Roemers zometeen kunnen uitleggen op wat voor termijnen we daar dan rekening mee moeten houden in het geval van dat er al een structuurvisie ligt of dat die er nog niet ligt. Dat geldt ook binnen de vraag van de heer Veldhuis. Binnen 6 jaar verwerven en starten met bouwen. Ik vermoed dat u gelijk hebt, maar ik hoor dat graag even uit de mond van de heer Roemers. De vraag van D66, die ook schriftelijk is binnengekomen, voor hoeveel woningen we de afgelopen 10 jaar hebben gerealiseerd, dat is ons niet gelukt om dat vandaag op zo'n korte termijn te kunnen beantwoorden. Dus ik hoop dat u daar genoegen mee kunt nemen als we dat schriftelijk gaan doen.
De provincie heeft inderdaad 1000 woningen voor de hele gemeente toegewezen de komende 10 jaar en daar nog eens 180 bovenop gedaan. Waarom nu voorkeursrecht en deze haast, heb ik net aangegeven. Er bestond bij ons sterke vermoedens van speculatie. De 1 miljoen strategische aankopen heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met deze wet voorkeursrecht te maken. Want dat zijn andere aankopen die buiten de wet voorkeursrecht vallen. U moet daarbij denken aan kansen die zich plotseling voordoen, bijvoorbeeld op het gebied van een centrumvisie Dalfsen of ontwikkelingen in Lemelenveld, dan wel Nieuw-Leuzen. Dus die staan hier volstrekt buiten. Heeft u de emotionele reacties niet voorzien? Nou, dat daar emotionele reacties op zouden komen, zowel in positieve als negatieve zin, dat was vooraf duidelijk. En ook begrijpelijk. Dat was een eerdere keer niet anders. En waarom heeft u niet vooraf overlegd met de Raad? De laatste keer dat het voorkeursrecht gevestigd is in Nieuw-Leuzen, is het niet anders gegaan dan dat het nu is gegaan. Waarom, Partij van de Arbeid, wijkt u af van de structuurvisie? Nee, we wijken niet af van de structuurvisie, want wij hebben ook aan de oostkant het voorstel om de wet voorkeursrecht te vestigen. Aan de westkant ligt dat nog niet in de structuurvisie, dus als je dat wilt, zul je daar een visie moeten gaan ontwikkelen. Maar ik wijs er nogmaals op dat ik denk 2008 ook daar aan de westzijde de wet voorkeursrecht gevestigd is geweest. De kosten van archeologische opgravingen, die heb ik inderdaad genoemd, maar tegelijkertijd, en jammer dat de inspreker dat dan misschien niet gehoord heeft, heb ik gezegd dat de aan de westzijde waarschijnlijk net zoveel kans is op de kosten voor archeologische opgravingen. Immers, de middenweg waar langs alles zich afspeelt, die eindigde niet bij de rand van Dalfsen, die liep door. Hoogstwaarschijnlijk tot ver voorbij Kampen. Dus die kosten die spelen daar niet direct een rol. Ik heb alleen genoemd dat je daar rekening mee moet houden. En waarom niet vooraf met plaatselijk belang, et cetera, overlegd? Zo werkt het nou net niet in de wet voorkeursrecht, want dan gaat het de openbaarheid in. Het CDA. Voorzitter, mag ik daar heel even op reageren? Anders dan blijft hij misschien hangen, want zo heb ik hem niet gezegd. Akkoord. Voor de helderheid, de vraag die ik stelde was, op het moment dat de brief uitgaat, dus daarmee gaat het in de openbaarheid, waarom is er op dat moment niet voor gekozen om plaatselijk belang en alle bewoners en omwonenden te betrekken op een informatieavond? Waarom moet het initiatief van plaatselijk belang komen? Dat was mijn vraag. Wethouder. Dan moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Het CDA vraagt waarom nu. Nou, dat heb ik geprobeerd te motiveren met de vermoedens die er toch ambtelijk waren op het gebied van mogelijke speculatie, grondspeculatie. Voorzitter, mag ik daar nog een verduidelijkende vraag over stellen? Die speculaties, is dat op west en oost? Had u daar de indruk? Of alleen op oost of alleen op west? Kunt u daar iets meer van vertellen? Onze indruk was voornamelijk op west. Waarom zo'n groot gebied? We wilden graag als college een zo ruim mogelijke armslag hebben om onze keuzes te kunnen maken. En om u als raad in de gelegenheid te stellen van wat we wel en wat we niet gaan doen. Het tijdpad voor een nieuwe structuurvisie vraag ik even of dat de heer Roemers daar een antwoord op wil geven. De ChristenUnie. Uitgangspunten voor bouwvolumes. Daar moet ik toch verwijzen naar de woonvisie zoals we die ook hebben neergelegd met elkaar, waarbij een geleidelijke groei voor de komende jaren voor Dalfsen voorzien is.
die is niet zo groot als het gebied waarop nu WVG gevestigd is. Dat ben ik ook volstrekt met u eens. Wij moeten op de kortst mogelijke termijn, en daar wil ik mij echt voor inspannen, duidelijkheid geven. Wat gaan we wel doen en wat hebben we niet nodig? Dat is ook een verantwoordelijkheid die we hebben naar de mensen die in het gebied wonen, om die duidelijkheid te scheppen. Het gaat echt geen 3 jaren duren om die duidelijkheid te maken en ervoor te zorgen dat men weet of dat men wel of dat men niet onder de WVG gaat vallen. Dat is een zorg. Voorzitter, mag ik daar nog toch nog een verduidelijking op, want anders zal ik hem straks stellen. U geeft aan van de kortst mogelijke termijn, dat is op zich bemoedigend. En tegelijkertijd zeggen we dat gaat geen 3 jaar duren. Maar kunt u iets preciezer zijn? Wat is de reële verwachting? Ik zou mijzelf een doel willen stellen dat we daar uiterlijk november met deze raad over van gedachten wisselen. Dit jaar. Waarom het noorden niet? Ik kan mij herinneren dat ook de vorige keer bij deze discussie het noorden voorbij is gekomen. 1. Wij weten dat daar een aantal posities zijn verworven door speculanten. 2. De Hessenweg, de N340, en u weet dat die net zo goed als ik, dat die steeds drukker is geworden de afgelopen 10 jaren... die heeft een zonering waardoor het in onze ogen niet wenselijk is om daar nou juist te gaan bouwen. Want dat heeft ook te maken met gezondheidsaspecten. U vraagt naar de begraafplaats, de kans op archeologie, daar heb ik al iets van gezegd, het bosperceel van omvang. De eigenaar van het bosperceel die is op eigen initiatief op gesprek geweest. Hoewel het misschien niet direct op het oog voor de hand ligt, wil ik toch verwijzen naar het slingelaantje waar ook wonen in het bos gerealiseerd is. Dus het is niet uit te sluiten om een dergelijk project uit te voeren. Een begraafplaats zie ik niet direct als een belemmering, want op meerdere plekken, zowel in de gemeente Dalfsen als elders in het land, liggen begraafplaatsen in een bebouwde kom. Er zijn percelen met slechts 1 woning erop. Daar hebben we ook al met een aantal mensen gesproken. Omdat we nog niet weten hoe een bestemmingsplan eruit gaat zien, hebben we die percelen toch opgenomen in het voorkeursrecht. Of ze uiteindelijk daadwerkelijk wel of niet daarin zullen komen te vallen, dat is afhankelijk, net zoals dat in Oosterdalfsen is geweest, van de uiteindelijke invulling. Als het massaal wordt aangeboden, wat dan? Ik denk dat de heer Roemers daar zo eerst nog even iets over zal kunnen zeggen, wat wij nu als gemeente moeten gaan doen. En vanaf wanneer er dan aanbiedingen plaats kunnen vinden. De heer Hof, de onrust en de onzekerheid, daar heb ik het over gehad. Klopt, daar zijn wij ons van bewust. We begrijpen dat ook. Het is echter wel zo dat als je aan de rand van een gemeente woont, dat je je nooit kunt beroepen op het feit dat er niet gebouwd zou gaan worden. En zeker niet als het een gemeente betreft waar nog groei plaatsvindt. Ik heb aangegeven is tegengaan van speculatie. En waarom het West ook is meegenomen, heb ik u ook aangegeven. Ik dacht, voorzitter, dat ik een grootste deel van de vragen beantwoord had. Er zijn nog een paar dingetjes waar de heer Roemers misschien nog even op mag antwoorden. Dank u wel, wethouder. Meneer Roemers, mag ik u het woord geven? Ja, dank u, voorzitter. Voor wat betreft de
De regimes voor het vestigen van voorkeursrechten, dus de tijd die daarvoor staat, daarvoor gelden in dit geval twee regimes. Oosterdalse 2 is betrokken in het vestigen van het voorkeursrechten. Die is al opgenomen in de huidige structuurvisie als mogelijk uitbreidingsgebied. Daarvoor geldt dat de gemeente binnen 3 jaar die grond verworven zou moeten hebben. Zo niet, dan komt... Als dat niet is gebeurd en de gemeente gaat niet een opvolgende planologische maatregel vaststellen, en dat is het bestemmingsplan, dan is het voorkeursrecht daarmee vervallen. Als de gemeente dat wel doet, dus binnen die 3 jaar wordt een bestemmingsplan vastgesteld met woningbouwmogelijkheden, blijft de WVG er weer voor 10 jaar op rusten. Wat betreft het gebied wat niet in de structuurvisie is vastgelegd als mogelijk toekomstig woningbouwgebied, daarvoor geldt dat we binnen 3 jaar een structuurvisie moeten vaststellen. En vervolgens geldt dan ook weer binnen 10 jaar dat de bestemmingsplan moet vastgesteld worden. Tijdpad structuurvisie, daar sluit ik eigenlijk aan bij wat de wethouder net aangaf. Dat moet dan zo snel mogelijk. We willen zo snel mogelijk de mensen duidelijkheid geven. Dus zal er ook op de kort mogelijke termijn alle inspanningen worden verricht om met een voorstel te komen voor de structuurvisie. En het derde punt wat is overgedragen door de wethouder, dat betreft het massaal aanbieden van de grond. Op het moment dat er grond wordt aangeboden aan de gemeente, dan zal het college de afweging moeten maken, willen we die grond ook direct hebben. Dus dat is echt het moment voor het college om te zeggen van die locatie die nu aangeboden wordt, willen we die ook echt gaan verwerven. Daar moeten we dan op dat moment ook duidelijkheid over geven. Dus als dat massaal gebeurt, ja, dan is dat natuurlijk iets waar ook een financieel kader aan vastzit. En dat zal dan ook meegewogen moeten worden. Dank u wel, meneer Roemers, voor deze aanvullende beantwoording. En ik kijk even rond in deze informerende ronde of er nog aanvullende vragen zijn. Ik zie meneer Rooijakkers. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij is een van mijn vragen nog niet beantwoord. Namelijk, hoe verhouden de 50 woningen per jaar zich tot de aangegeven groei van circa 17 gezinnen per jaar? En ik had niet voor niks die vraag gesteld over het bouwtempo. Want we hebben dus anderhalf jaar terug hebben die visie vastgesteld. En we hebben ook gehoord dat die maximum 1000 woningen over 10 jaar gebouwd zouden mogen worden. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in Oosterdalse nu veel meer dan die gemiddeld 50 woningen zijn gebouwd in de afgelopen anderhalf jaar. Dus misschien kan daar dan in dat licht ook toelichting op komen. Dan vind ik dat de wethouder zich met een beetje een dooddoener heeft afgemaakt van mijn vraag waarom is niet tevoren met de gemeenteraad overlegd. Want hij verwijst naar dat het vorige keer ook niet gebeurd is. Ja, dat kan ik mijn kinderen ook nog niet eens meer uitleggen. Dus ik wil dan ook wel graag weten waarom het dan de vorige keer niet gebeurd is. Wat is nou feitelijk het argument om het niet te doen? En verder heeft de wethouder het ook over posities verworven door speculanten. Ik vind dat nogal een negatieve uitleg. Dat zijn ook mensen die zaken doen. Misschien dat er iets anders op verzonnen kan worden. En over het Noord heeft hij het over zonering voor de Hesweg. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat niet geheel juist is. Misschien dat de heer Roemers daar vanuit zijn vakgebied ook nog een antwoord op kan geven. Dat was het. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Mijn verduidelijkende vraag gaat over de 340, die zonering. Dat is dan een van de redenen om de noordelijke variant, moet mij horen. Dat is een beladen begrip. Een uitbreiding naar het noorden niet te overwegen. Maar daar zou ik toch wel iets wat meer van willen weten. Want er zijn steden zat waar grote snelwegen langs stedelijk gebied liggen. En waar ook gewoon keurig gebouwd wordt. Blijkbaar valt dat wel mee. Maar moet je misschien wat maatregelen nemen. En ik ben wel benieuwd wat zeg maar, die noordelijke uitbreiding, wat dat betekent zeg maar, in relatie tot die zonering. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil graag aansluiten bij deze vraag. Want wat we nu eigenlijk gaan doen is dat we hier structuurvisietje gaan maken. En daar wil ik eigenlijk wel even op reageren. Want dat was ook mijn vraag. Want de heer Roemers gaf net aan in zijn antwoord. Wij komen met een voorstel omtrent de structuurvisie. Nou ben ik even benieuwd, is dat voorstel een tekening waarop staat hier gaan we bouwen? Of is dat voorstel een procesvoorstel waarmee wij als raad en wat mij betreft de bewoners van Dalfsen tot die keuze gaan komen.
Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus gaan we toe naar een procesvoorstel of komt er straks gewoon een voorstel waarop een kaart vlekken staan? Dank u wel, meneer Broeren. Even kijken. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, mijn vraag ligt eigenlijk een beetje op hetzelfde vlak, maar ik weet niet of ik hem helemaal, of hem helemaal scherp heb zo. Wat wilt u in november nou precies aanbieden aan de Raad? Dank u wel. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, ik zou bijna zeggen, daar kan ik niet achterblijven. Maar als die structuurvisie al zo snel op de Raad afkomt, belangrijk met de stappen die er nu genomen zijn, dan hoort daar een, niet, breder dan de structuurvisie, hoort daar natuurlijk ook bij. Wij kunnen als gemeente van allerlei dingen roepen in de structuurvisie, maar we hebben te maken met een ladder van duurzame verstedelijking vanuit de provincie. Dus wij gaan er niet helemaal alleen over. Dus ik ben ook wel benieuwd, lukt het dan wel om in november een duidelijk beeld te hebben hoe de provincie hier tegenaan kijkt? Dank u wel, meneer Hof. Wethouder. Meneer Veldhuis, u had ook nog een vraag. Ja, ik heb nog een paar verduidelijke vragen daaromheen. Ik, ook sowieso ten aanzien van die structuurvisie vraag ik me überhaupt af hoe u daarnaar kijkt. Want eigenlijk zou je eerst een structuurvisie verwachten en dan pas iets als dit waar we nu voor zitten. Dus ik vraag me wel echt af of de volgorde daarin goed is. Daarnaast heb ik nog even een vraag. U geeft aan, medio 2019-2020 is Oosterdalse helemaal uitgegeven. Hebben wij het over hetzelfde Oosterdalse? Als ik het heb over Oosterdalse, dat tweede gedeelte, heb ik het over het gebied tussen de Gerneres, Oosterdalse Steeg, Koekoeksteeg en de Haarsholterweg. Is dat het gebied wat u bedoelt daarbij? Daarnaast heeft u het over sterke vermoedens van speculanten. Ja, ik vraag me toch af van hoe sterk zijn deze vermoedens? Waarop is dit gebaseerd? Want u gaat wel een heel zwaar middel inzetten op basis van vermoedens. Dan de oost- en de westkant. Daar wordt nu bij beide kanten wordt dus de voorkeursrechten opgezet. Ja, wat gebeurt er nu als u aan beide zijden grond gaat verwerven? Wat gebeurt er dan? Want we gaan uiteindelijk maar aan één kant bouwen, lijkt mij. Dank u wel, meneer Veldhuis. Nog een vijftiental aanvullende vragen, wethouder. Ja, maar alleen zou ik graag van de heer Broeren nog even, want dat ging me net even te snel. U zegt voorstel tot... Meneer Broeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, de vraag was, gaan we, zeg maar, er werd net een tijdpad geschetst, hè, richting november. Dus inderdaad, de vraag was dezelfde als die door het CDA is gesteld, volgens mij. En het resultaat wat wij dan gepresenteerd krijgen, laat ik het zo even zeggen, is dat dan een structuurvisie wat al een vlekkenplan is met keuzes daarin? Of is dat een procesvoorstel hoe wij samen met de Dalfsenaren, zal ik maar even zeggen, tot die keuzes die we nu hier ook aan het bespreken zijn, gaan we naar het noorden, westen, oosten, dat soort keuzes, hoe het proces eruit komt te zien? Dat was mijn vraag. Dank u voor deze verduidelijke antwoord. Wethouder. Ja, de heer Rooijakkers is erg traditioneel, voorzitter. Het verbaast mij voor de D66, want hij heeft het over een uitbreiding met 17 gezinnen. Maar er zijn tegenwoordig ook een heleboel mensen die niet in gezinsverband in woningen wonen. Die alleengaand zijn of anderszins wonen. Dus die vraag vind ik verbazingwekkend voor D66. U gaat er weer op overheen waarom niet met de Raad overlegd. Het proces in het vestigen van een voorkeursrecht zit daarin dat je dat ambtelijk en zelfs ambtelijk in het grootste geheim voorbereidt. En dat vervolgens een besluit wordt genomen door het college dat voorgelegd wordt aan de Raad ter bevestiging. En dat kan de Raad doen of dat kan de Raad niet doen. Dat is aan u. Het is gevolg van de wijze waarop wij met de grondpolitiek omgaan, namelijk een actief beleid waarin de gemeente zich actief opstelt om gronden te verwerven voor woningbouw en die vervolgens uit te geven en daarbij uitdrukking te geven
aan het beleid zoals we dat voorstaan en zoals we dat hier in de Raad ook hebben afgestemd. En ik doe het even uit mijn hoofd. 50% sociale woningbouw en 50% in de vrije sector. Daar is dit gewoon een gevolg van. De Partij van de Arbeid, oh nee, sorry, de ChristenUnie die zegt de zonering van de Hessenweg, daar wil misschien de heer Roemers zo nog iets over zeggen. De ChristenUnie vraagt ook naar die zonering. Er zijn steden genoeg met snelwegen erdoor. Er zijn ook een heleboel steden waar een waterweg doorheen loopt. En toch willen wij ook niet naar het zuiden. En ik vind het uitermate onverstandig om woningbouw te plegen waar een belangrijke verkeersader doorheen gaat lopen. Want dat is vragen om problemen. In mijn jonge jaren... Dat was niet helemaal de strekking van... Nee, ik kan wachten even tot het antwoord van meneer Van Leeuwen. In mijn jonge jaren woonde ik aan de rand van Utrecht en daar liep een snelweg langs. Zaterdag op zondag kon je prima slapen, maar zondag op maandagnacht rond een uur of vier was het afgelopen. Dus dat wil je mensen gewoon niet aandoen vanwege de herrie en de geluidsoverlast. En tegenwoordig weten we ook dat er heel veel fijnstof bij vrijkomt. Dus dat is de reden waarom wij die kant niet op willen. De Partij van de Arbeid. Voorzitter, toch nog even daarop. Doet de wethouder... Ik wil toch even de wethouder deze serie vragen laten beantwoorden. Dan kunt u daar nog later op reageren. De Partij van de Arbeid vraagt, komt u met een voorstel dat een structuurvisie is? Nou, in het geval van Oosterdalfse ligt er al een structuurvisie en daar zullen we dan op voortborduren. In het geval van de westzijde zullen wij met een voorstel komen om daar een structuurvisie te gaan ontwikkelen. En de wijze waarop wil ik graag met u over in gesprek gaan. Overigens, en het klinkt hard, maar ik zeg het wel, u bent raadslid en u moet soms een keuze maken. CDA, wat wil u in november aanbieden aan de Raad? Wat wij aan de Raad willen aanbieden is welke kant wij denken dat verstandig is om op te gaan. Het zij oost, het zij west. En ik sluit zelfs een combinatie nog niet uit. Maar niet, en dan moet volgens in mijn beleving duidelijk zijn, de omvang. Want daar draait het in feite om. En dat is ook waar u naar op zoek bent, van hoe groot is dat gebied dan? Nou, daar wil ik mijn uiterste best voor doen om dat in november aan de Raad te kunnen aanbieden. Gemeentebelangen, de structuurvisie ladder van stedelijke verduurzaming. U heeft daar gelijk in, maar dat is op dit moment nog niet aan de orde. De structuurvisie Oost is vastgesteld, daar heeft de provincie ook mee ingestemd, dus dat is het probleem niet zozeer. Voor een uitbreiding naar het westen toe zal dat proces ingestoken moeten gaan worden. Dat klopt, dat ben ik met u eens. Alleen die keuze ligt op dit moment nog niet voor. VVD, u zegt klopt de volgorde wel? Ja, de volgorde klopt. Die is echt wettelijk vastgelegd en wij voeren dat precies uit zoals dat moet. Sterke vermoedens van speculanten. Ja, als wij, ik kan moeilijk uitleggen, wij hadden die vermoedens. En misschien dat de heer Roemers daar iets over kan zeggen, maar er werden vragen gesteld, laat ik het maar zo zeggen. U noemt het een zwaar middel. Nee, het is gevolg, en dat heb ik al eerder gezegd, van de actieve grondpolitiek die deze gemeente voert. En daar is dit het middel voor. Dat was mijn voorzitter. Voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Ik wil toch eerst de heer Nijkamp even het woord geven. Want hij heeft al eerder kennis gegeven dat hij een aanvullende vraag heeft.
Ja, toch nog even over die uitbreiding naar het noorden toe. Want de wethouder doet het bijna voorkomen alsof wij een sprong over de Hessenweg willen maken. Nou, dat is geen zins aan de orde. Waar wij eerder aan zitten te denken is van het gebied tot aan de Engelandsweg. In welke mate zou je dat ook, uiteraard rekening houden met de contouren die rondom een N340 liggen, zou je dat toch kunnen zien als een potentieel gebied. En het punt is dat hij dus gewoon niet in de WVG zit, zoals die nu voor ligt. En er worden ook argumenten nu gebruikt die volgens mij in het verleden minder sterk naar voren zijn gebracht. Dus vandaar dat we daar toch wel even op inzoomen. Meneer Van Leeuwen. Voorzitter, ik herhaal precies wat de discussie in het college is geweest om dit niet te doen. En ja, u kunt zeggen, u kunt een andere mening hebben, dat is duidelijk. Daar heeft u ook volkomen recht op. Maar dit zijn de overwegingen geweest waarom het college gemeend heeft om dat niet te moeten doen. Meneer Rooijakkers. Ja, voorzitter. De wethouder maakt zich wel een beetje met een grapje vanaf door mij conservatief te vinden. Maar ik heb de allereerste keer heb ik echt gevraagd hoe verhouden de 50 woningen zich tot de aangegeven groei van circa 17 gezinnen. Dat klopt, maar het gaat over huishoudens. En je kunt ook een éénpersoons huishouden hebben. En dat antwoord heb ik nog steeds niet gehad. Ook niet in relatie tot de bouwplannen van de afgelopen jaren en de omvang van hoeveel is er nou gebouwd de afgelopen jaren. Dat heeft hij ook nog steeds niet beantwoord, want volgens mij is er veel meer gebouwd dan aanvankelijk werd gedacht. En mijn vraag over de speculanten, daar heeft hij toch nog weer het woord speculanten gebruikt, maar we hebben toch ook een instrument voor de grondexploitatiewet om dat aan banden te leggen en om als gemeente dat te kunnen controleren. Tenminste, dat kwam in Ankum naar voren. Misschien dat daar nog antwoord op kan komen. Dank u wel. Meneer Rooijakkers, ja, uw tweede vraag was over de bouwplannen, maar hebt u een schriftelijke vraag over gesteld van de afgelopen jaren en daar zou u nog schriftelijk bericht van krijgen. Ja, dat was een vraag, voorzitter, van de afgelopen 10 of 20 jaar in alle kernen. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar je moet toch wel weten hoeveel je in de gemeente Dallassen, respectievelijk in Oosterdallassen, de afgelopen 2 jaar aan woningen hebt uitgegeven. Als we dat niet weten, dan moeten we hier helemaal naar huis gaan. Oké, dan is het me duidelijk. Ik dacht even terug aan uw schriftelijke vragen. Wethouder? Nou, ik hoop inderdaad dat ik vanavond nog naar huis mag, meneer Rooijakkers. Ja, ik moet daar toch even schriftelijk op terugkomen als u het niet erg vindt. Het is niet mijn portefeuille, dus ik kan u daar nu op dit moment geen antwoord op geven. Dat spijt me heel erg voor u, maar dat antwoord krijgt u zeker. En uw vermoeden deel ik, want ik heb dat vermoeden ook, dat er meer is uitgegeven dan we aanvankelijk gepland hadden. Dat heeft waarschijnlijk 2 redenen en die heeft u zelf ook al wel paraat. Enerzijds het feit dat we de economische crisis voor een belangrijk deel achter ons hebben kunnen laten. En dat de banken weer iets toeschietelijker zijn. En anderzijds de extreem lage rentestand. Waardoor mensen makkelijker kunnen lenen, een hypotheek kunnen nemen. Daardoor is het heel hard gegaan de laatste 2 jaren. Ik kan me overigens ook nog herinneren dat we in deze raad in 2012 gesproken hebben over mogelijke bespoediging van onze gronduitgifte, omdat het zo traag ging. En ik zit naar de heer Lochtenberg te kijken, die zit fijntjes te glimlachen, want hij stelde die vragen. Dus ja, het is een markt die op dit moment enorm in beweging is. Ik kan dat ook niet anders maken. De ChristenUnie denkt aan een uitbreiding tot aan de Engelandsweg. Maar goed, wat ik net zei, wij hebben die andere afweging gemaakt. En ik hoop dat D66, de heer Rooijakkers, mij even de ruimte geeft om zijn andere vraag schriftelijk op terug te komen. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Meneer Roemers. Oh, meneer Veldhuis. Meneer Roemers, geef misschien al antwoord op mijn vraag die nog openstaat. Akkoord. Meneer Roemers, wethouder, heeft u een vraag doorgespeeld van, over de sonering en speculanten? Ja, over de sonering van de Hessenweg, dan klopt het inderdaad dat het niet onmogelijk is
om op die locatie te bouwen. Alleen het is meer een afweging van wil je daar ook bouwen. Daar heeft de wethouder antwoord op gegeven. Dus onmogelijk is het wel. Maar het is meer de vraag van wil je ook die kant op. Je zit ook steeds verder af van het centrum. Dat is ook een afweging die is meegenomen in dit proces. Maar goed, dat geldt ook dat geldt voor beide andere locaties evenzeer. Het is puur een afweging geweest op basis van zonering van de Hessenweg. Dat moet ik even eraan toevoegen, want je komt in alle gevallen verder van het centrum af, tenzij we naar het zuiden gaan. En voor wat betreft de speculatie, zijn er ook keiharde bewijzen voor? Nee, dat is niet zo. Er zijn wel aanwijzingen, dat is ook een landelijke trend, dat projectontwikkelaars zich weer gaan begeven op de grondmarkt. Dat hebben ze heel lang niet gedaan. De economische crisis hebben, net als veel gemeentes ook gedaan, hebben projectontwikkelaars ook gezegd, we gaan grond verkopen. Maar nu zie je dat de markt overal aantrekt. De speculanten roeren zich ook weer. Landelijke trend, en we hebben de signalen ook opgevangen hier in Dalfsen. Dus vandaar dit voorstel. Dank u wel, meneer Roemers. Ik kijk even naar meneer Veldhuis. Ja, ik heb nog twee vragen die nog niet beantwoord zijn. De eerste vraag die ik nog had was, als we het hebben over Oosterdalse 2, hebben we dan over het gebied tussen Gerner S, Oosterdalse Steeg, Koekoeksteeg en Haarsholterweg? Dat was de vraag waar ik nog geen antwoord op heb. En ik had nog een vraag gesteld over de Oost- en de Westkant, waar we het nu over hebben. Wat gebeurt er als we nu aan beide zijden van grond gaan verwerven? Wethouder? Nou, voor wat betreft de oost- en de westkant. Ik heb net aangegeven dat die mogelijkheid er bestaat, dat die er is. Maar nogmaals, ik heb mij ook verplicht om daar in november met duidelijkheid te komen over de omvang. En Oosterdalse 2, dat kan, want de heer Roemers heeft dat gebied precies in zijn hoofd zitten. Misschien dat hij daar even op kan antwoorden. Meneer Roemers? Ja, het gebied wat u aangeeft als Oosterdals 2, dat klopt. Dat is het gebied wat nu al is opgenomen in een structuurvisie. Oké, en die is, daarvan is de verwachting dat tussen 2019 en 2020 allemaal uitgegeven is? Nee, Oosterdals 1. Al met al krijgen we toch meer duidelijkheid. En denk ik dat we deze informerende ronde kunnen afsluiten. Maar daar kom ik straks even op terug. Ik twee toezeggingen van de wethouder heb gehoord. En wil ik overgaan naar de opinie. En wie mag ik, wat de opinie betreft, als eerste het woord geven? Ja. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, veel vragen, ook veel antwoorden. Een paar keer is de aandacht gevestigd op de actieve grondpolitiek. Wij ondersteunen een actieve grondpolitiek. En daar horen juridische, WVG en economische motieven bij. Maar de vraag voor ons, die blijft toch wel dat wij als raad ook ruimer moeten kijken. En laten we ons op dit moment niet te veel leiden door de angst voor actieve ontwikkelaars, waar dan wel signalen zijn, maar die zijn ook nog niet heel hard en concreet, begreep ik uit de laatste antwoorden van de heer Roemers. Dat zijn dan ontwikkelaars die zich in Noord al actief die daar al actief zijn, en West is het nog maar de vraag. Het risico op een vorm van gelegenheidsplanologie waar de inspreker de aandacht op vestigt, dat zien we toch als een reëel risico. Wij gaan er nog eens even over nadenken in de fractie en we zullen ons standpunt tijdens de raadsvergadering naar voren brengen. Maar wij willen er nog eens even over nadenken. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ook ChristenUnie is voorstander van actieve grondpolitiek. En in die zin snappen we ook wel dat het instrument van het voorkeursrecht wordt ingezet. De vraag die zich hier vooral voordoet is van, is dat nou te ruim of is dat nou te krap? Wat we ook gemerkt hebben is dat het vestigen van het voorkeursrecht bij eigenaar en bewoners veel losmaakt. Zeker als je zo'n formele brief net voor de kerst krijgt. En in dit kader hebben we ook zeker waardering voor de initiatieven van het plaatselijk belang Ankum in de afgelopen tijd. Die heeft twee avonden georganiseerd. We hebben ook het idee dat daar misschien ook wel een taak voor het college had gelegen. Maar goed,
Dit is gelukkig wel uitgevoerd. Toch hebben we de indruk dat ondanks al die informatieavonden nog bij een groot deel van de betrokkenen niet echt helder is van wat nou het voorkeursrecht in de praktijk precies inhoudt. En in die zin zou het college dat alsnog eens even wat duidelijk kunnen toelichten, ook naar de betrokkenen. Wij merken in ieder geval dat er nog veel vragen zijn over wat het in de praktijk gaat betekenen. De vraag die overblijft is van, is het gebied wat aangewezen wordt te groot of te klein? Nou, de ChristenUnie vindt het in ieder geval belangrijk dat we blijven werken aan vitale gemeenschap in onze gemeente. En dat betekent dat er ruimte moet zijn voor natuurlijke groei en dus ook aan bijbehorende woningbehoeften moet worden voldaan. En we vinden dat vestigingsmogelijkheden van jongeren en jonge gezinnen van groot belang zijn. En verder impliceert dit dat we rekening houden met teruglopende bezettingen per wooneenheid en dat we ook nieuwkomers in onze gemeente een fatsoenlijk onderkomen, een fatsoenlijke woonplaats moeten geven. Tegelijk hechten we ook aan de groene ruimte in de kern Dalfsen en rondom de kern Dalfsen. En wat ons betreft bouwen we niet voor de regio, of voor Zwolle of voor de Randstad, maar ook evenmin voor inwoners die met elk bestemmingsplan meehoppen. Dat betekent dat het wat ons betreft goed is om nog eens te kijken naar het huidige beleid als het gaat over de woningbouw. En natuurlijk, de woonvisie wordt herhaaldelijk genoemd, en dat is goed. Maar het lijkt goed ook om in dit kader die eindjes eens even weer bij elkaar te trekken. En daar met elkaar als raad, misschien wel voorafgaande aan de notitie die dan in november komt, om dat onderwerp juist eens voorafgaand te bespreken. Want dan raak je ook de visie over de ontwikkeling van de kernen. Hoe het tijdspad er ook uitziet, we zijn blij met de toegezegde snelheid waarmee het college wil handelen. Maar over het eindoordeel van of het plangebied voor de WVG nou wel of niet goed is, daar willen we toch nog echt even in de fractie overleg over voeren. En daar komen we graag volgende week met ons standpunt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Sneller dan verwacht spreken we hier weer over de toepassing van het voorkeursrecht gemeente. Voorzitter, onze opinie is een vertaling van wat sociale ontwikkelingen en uitgangspunten voor dorpsontwikkeling. Van daaruit naar woningbouwbeleid. Want er bestaat heel veel onduidelijkheid. Want waarom doet een gemeente nou zoiets? En wij herkennen vier belangrijke vertrekpunten. De eerste is het sociaal-demografische stuk. Mensen worden steeds ouder, blijven langer thuis wonen. De wethoog gaf het ook al aan. Steeds meer alleenwonenden. En die drie dingen samen leidt tot een sterke verdunning in de woningbezetting. Meer woningen voor evenveel mensen. De volgende is dat de provincie die eist inbreiden voor uitbreiden en maximeert het aantal te bouwen woningen. We zien daarom nu woningen op de plek van de voormalige Welkoop, de oude S-huisfabriek, het oude gemeentehuis, zelfs in of in plaats van kerkjes en een school. De ChristenUnie, de heer Nijkamp gaf het ook al aan, veel mensen willen juist meer ruimte en groen rond de woning. Maar meer groen kost ruimte en betekent minder woningen per hectare. En als laatste, om bruisende kernen te houden met voldoende voorzieningen, moeten woningen voor alle categorieën beschikbaar zijn. Met die vier vertrekpunten en met werkgelegenheid om de hoek, lees Zwolle, zien we dat Dalfsen ondanks alle inbreiding groeit als kool. Dalfsen kan de gevraagde woningbehoefte amper bijbenen. Sterker, de nieuwe wijk Oosterdalfsen die raakt in 2020 al vol. Gevolg, de prijzen lopen op. En bijvoorbeeld jongeren met een wat kleinere portemonnee dreigen buiten de boot te vallen. En die sterke vraag die blijft zo nog wel even. Het CDA is heel trots en zuinig op het platteland, maar we staan ook voor betaalbare woningen. Ook voor onze jongeren, nu en in de toekomst. En wij willen daarom absoluut geen muur om het huidige Dalfsen. Maar ruimte om lekker te kunnen wonen, ook voor onze kinderen. En wij ondersteunen daarom het college in haar beleid om op tijd ruimte te reserveren voor verdere uitbreiding. Wij zijn evenals de ChristenUnie sterk voorstander van een actief grondbeleid. Maar moet dat in de nu vastgelegde richting en moet er zoveel ruimte worden vastgelegd?
Een ruim gebied vastleggen geeft ruimte voor weloverwogen besluitvorming. Dus dat je een ruimer gebied pakt op zich is begrijpelijk. Aanpassen van de structuurvisie die daarvoor nodig is, dat vraagt om duidelijke keuzes. Waar mag je nou wel straks, wat wel en wat niet? En dat kost gewoon tijd. Maar dat schept heel veel onzekerheid bij inwoners. Gevraagd is duidelijkheid en snelheid. 3 jaar onzekerheid, het is straks al genoemd, is wel heel erg lang. Wat daarom zeker moet worden geregeld, is dat inwoners volop worden betrokken bij de te maken keuzes. En ik weet ook wel dat belangen radicaal tegengesteld kunnen zijn. En dat je het niet voor iedereen goed kunt doen. Maar voorzitter, iedereen moet tenminste het gevoel hebben dat er is geluisterd en dat men is gehoord. Van het college vragen we daarom een aantal dingen. Ten eerste, transparantie. Geen dubbele agenda's. Als tweede, dat grote gebied vastleggen betekent heel veel vragen. Maak voldoende ruimte voor aandacht voor ieders vragen of problemen. Als derde, versnel processen waar mogelijk. U gaf al aan, in november heb ik in ieder geval een beeld van welke kant we op gaan en hoe groot het gebied ongeveer gaat worden. Daar houden we u aan. Onzekerheden zoveel mogelijk minimaliseren. Na het besluit in de raadsvergadering volgende week, graag de inwoners van het WVG-gebied even informeren over een groot deel van de heer Roem, wat de heer Roem straks al aangaf. Wat mag er nu straks wel en wat mag er niet? Wat kunnen de mensen verwachten in het gebied die het gaat betreffen? En als laatste, als de keus dan uiteindelijk is gemaakt, betrek dan de betreffende inwoners volop bij de invulling van het gebied. Dank u, voorzitter. Ons oordeel houden we nog wel eventjes op. Dank je. Dat wou ik u net vragen. Dank u wel, meneer Lachtenberg. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij waren enigszins verrast toen we via, in ons geval, de Dalfse Courant geïnformeerd werden over het vestigen van het volkersrecht, met name aan het westen van de kern Dalfsen. Tegelijkertijd is het voor ons geen verrassing dat onze kernen groeien. Sterker, dit juichen wij toe. In Dalfsen moeten onze inwoners altijd een betaalbare woning kunnen krijgen. Of het nu om de jongeren van Oud-Leuzen gaat of de toenemende groep alleenwonende ouderen in Dalfsen. Onze kernen groeien door natuurlijke groei, verdunning, net al even toegelicht, een fenomeen dat steeds meer mensen alleen in een woning gaan wonen. Mensen van buiten, waaronder bijvoorbeeld ook statushouders, we zullen dit moeten faciliteren. Sterker, wij willen dit faciliteren. In al onze kernen. Een student die terug wil keren naar zijn geboortedorp is welkom. Net als onze ouders die steeds langer gezond, maar vaak alleen wonen. Wanneer een Dalfse gezin in de verdrietige omstandigheid verkeert dat een scheiding onafwendbaar is, mag een gebrek aan huisvesting nooit tot de verkeerde beslissing leiden. En zo kan ik nog wel even doorgaan waarom onze kernen de komende jaren wat ons betreft zullen blijven groeien. De vraag is echter hoe groot het ruimtebeslag is dat nodig is om deze groei mogelijk te maken. De essentiële vragen wat ons betreft zijn dan ook hoe groot zal onze groei per kern moeten zijn? En hoeveel ruimte zal dit moeten beslaan? Ook in relatie, dat is net ook alweer genoemd, in relatie tot onze inbreidingslocaties. En 3, waar moet onze eerstvolgende uitbreidingslocatie dan gaan landen? En dat laatste, en dat merken we nu al, is een ingrijpend besluit. Voor de huidige bewoners, maar ook voor het dorp als geheel. Een keuze voor het een of het ander heeft bijvoorbeeld ook effect op onze infrastructuur. Zo heeft de oorspronkelijke keuze om naar het oosten uit te breiden ervoor gezorgd dat onze rondweg steeds minder een rondweg genoemd kan worden. Met een afname in de beleving van verkeersveiligheid tot gevolg. Dit soort keuzes maak je 1 keer. En ze zijn onomkeerbaar. Wij willen dan ook graag over alle informatie beschikken. En vandaag is daar al een goede stap in gemaakt wat ons betreft. Voordat wij een definitieve locatie voor woningbouw aan zouden willen wijzen. Wel begrijpen wij de motivatie om ergens een wet volkersrecht toe te passen. Dit is ook wat ons betreft het juiste instrument. Ook wij zijn er voorstander, en dat mag u niet verrassen als sociaaldemocraten, van actieve grondpolitiek vanuit de overheid. Dit is wat ons betreft het juiste instrument om zelf het stuur bij dit soort ontwikkelingen goed in handen te houden. Wat wij voor de korte termijn echter het belangrijkste vinden, is dat er een helder proces geschetst wordt, waarbij de inspraak van de Dalfsenaren een plek krijgt. Ook willen wij het college manen tot spoed bij het nemen van de vervolgstappen. Het moet nu zo snel mogelijk duidelijk worden waar de gemeente Dalfsen de komende jaren gaat ontwikkelen en hoe de planning hiervan uit komt te zien. Wij gaan even terug naar de fractie voor ons eindoordeel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Veldhuis, VVD, na onderling overleg met meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter.
Ik kan wel kort zijn over ons oordeel. De VVD zal zoals het plan er nu ligt niet instemmen met het voorstel van het college. Omdat wij vinden dat op geen enkele wijze is vast te stellen of we zoveel grond nodig hebben voor, om woningen neer te zetten. En of deze, locatie wel, deze locaties goed zijn. Daar zal het wat ons betreft in eerste instantie om moeten gaan. Hoe zien we de groei van Dalfsen? Hoeveel woningen hebben we dan nodig? En waar komen deze woningen dan? Daarvoor heb je een duidelijke visie nodig en die ontbreekt wat ons betreft. Ja, natuurlijk hebben we als gemeente gebieden nodig om te bouwen. Ja, natuurlijk moeten jonge inwoners van Dalfsen de kans krijgen om ook een woning te realiseren. En ja, natuurlijk willen ook wij dat we ruimte geven aan nieuwe inwoners van Dalfsen. Maar dat gaan we niet doen in deze omvang en op deze manier. Hiermee creëren we een soort voorstad van Zwolle en dat willen we niet zijn. Groei is prima, maar wel met mate. Daarnaast zien we nog een aantal andere bezwaren. Wat we nu zien dat er een enorm gebied wordt aangewezen als mogelijk bouwgebied, wat we als gemeente in de komende 3 jaar in ons bezit proberen te krijgen. Hieraan zitten voor ons risico's vast. Ik hoef u maar te wijzen op de afwaardering die veel gemeentes hebben moeten doen tijdens de crisis. Het gaat nu goed, nu is er niet zoveel aan de hand, maar als het slechter gaat, hebben we daar een probleem. Het gebied past niet in de huidige structuurvisie, zien we. Ook daar moet dus eerst goed naar gekeken worden. We begrijpen dat de gemeente grond nodig heeft om te bouwen. Oosterdalsen is nog niet vol, want zoals we net ook gehoord hebben, Oosterdalsen 2, daar zijn we nog ineens aan begonnen. Dus een nut en noodzaak ontbreekt wat ons betreft nog op dit moment. Wij vinden dat de voorgenomen uitbreiding niet past bij de omvang die Dalfsen heeft. Het tast naar ons deel een van onze unieke verkooppunten aan, het groenste dorp van Overijssel. We vinden ook dat het voor de boeren betekent dat het vestigen van voorkeursrechten een belemmering vormt voor hun bedrijfsvoering. Ze kunnen geen gronden bijkopen om zo door schaalgrootte de bedrijfsvoering te verbeteren. Een ander voorbeeld wat we zien zijn de recreatiewoningen op het gebied van Park van Gerne. Dat is straks helemaal omringd, als we niet uitkijken, met woningen. En dat lijkt me geen goede reclame voor een recreatiegebied. Wel zijn we blij met de toezegging van de wethouder om in november met een structuurvisie te komen waar we dan iets van kunnen vinden. Tot zover onze inbreng. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Er zijn verschillende goede inbrengen geweest en het gebeurt niet vaak dat ik het zo eens ben met de VVD. In dit geval wel. En een voorschot geven op de onbebreidelde groeivisie van de Partij van de Arbeid ben ik ook niet voor. En ik ga mijn bijdrage zo kort mogelijk doen, maar zo lang als het moet, voorzitter. D66 heeft sinds dat wij weer in de raad zitten steeds een duidelijk standpunt gehad over de ons inziens ongecontroleerde groei van het dorp Dalfsen en over het bouwen in ons mooie buitengebied. Dat ik er nu niet plotseling een campagne-item van maak, is duidelijk. Dat was het al jaren. Ik kan het bewijzen. We hebben dat al maanden geleden opgenomen in ons verkiezingsprogramma. En zelfs in een flyer waarvan ik u nu een sneak preview geef, omdat we onze campagne pas op 24 februari officieel starten. Daar staat het gedrukt. Ja, maar oké, dan start hij op 24 februari. We hebben het altijd al gezegd. Wees zuinig op ons mooie buitengebied. Ook tijdens de crisis, toen er hier en daar paniek ontstond bij sommige raadsleden, ambtenaren en wethouders, van wat moeten we met die grond, hebben wij steeds gezegd, ben nou zuinig op die grond, de rente is laag, het zit je niet in de weg, het komt naar je toe. Ben zuinig op het mooie buitengebied, offer dat niet op aan woningbouw. Wat mij betreft was Oosterdalfs al een brug te ver. Ik heb altijd gezegd, wees zuinig op je grond, wat mij betreft is het de laatste grote nieuwbouwlocatie in ons mooie buitengebied. Ook hebben we telkens weer gevraagd om een goede analyse van deze plannen, van die bouwplannen. Is er voldoende draagvlak voor het winkelbestand en de scholen in onze kernen? Waar willen we dan bouwen? Wat mij betreft liever in Oud-Leuzen en Honors bijvoorbeeld dan in de dorp Dalfsen. Levensvatbaarheid van kleine kernen is een thema. Ook voor hun scholen, hun horeca en winkel. Daar wil men graag nog wat gezinnen erbij. Of voor zover de wethouder dat denkt, misschien ook wel alleenstaande. Een ander punt dat we steeds hebben gebracht is de differentiatie van grondprijzen. Ik heb het altijd te gek voor woorden gevonden om het netjes te zeggen dat de grondprijzen gelijk zijn in onze hele gemeente. Wat ik steeds heb gezien is dat de grotere partijen geen onderscheid willen maken. Om geen verwijt te krijgen misschien van we zijn niet minder dan een andere kern. Maar de markt doet hier zijn werk.
Natuurlijk is de grond in Oosterdallers meer waard dan bijvoorbeeld in Oud-Leuzen. Ik woon daar zelf, dus ik denk dat ik het mag zeggen. De huizen zijn ook anders geprijsd. Heer Nijkamp had het al over hoppen. Want het is een bekend fenomeen dat mensen Dalsen, ook Dalsenaren, al twee keer verhuisd zijn omdat ze geld kunnen verdienen aan nieuwbouw. En sinds we als gemeente geen regels meer mogen stellen voor de uitgifte van gronden en dus niet meer de voorkeur kunnen geven aan onze eigen inwoners of mensen met die hier werken, is het hek van de dam. Ik heb nog geen cijfers gekregen van de wethouder, maar mijn water zegt dat we veel sneller bouwen dan we ooit hadden bedacht in de kern Dalfsen. Het lijkt erop dat er een soort ongebreidelde groei is. Waarom zouden we dan zoveel meer bouwen dan de behoefte van onze eigen bevolking, is mijn vraag. En willen we een nieuwe woonwijk voor Zwolle worden? Ik dacht het niet. En wie heeft er nog belang bij die bouw? Naar mijn mening niet de mensen die er nu wonen. Dus ik zie vooralsnog geen enkele grond om in te stemmen met het voorkeursrecht. Tenzij het college zwaarwegende argumenten heeft om dit onderwerp voor de verkiezingen af te ronden. Wil D66 dat wij eerst onze inwoners van de Kerendaalse raad plegen? Ook inclusief Oosterdalse 2 is er nog meer dan 12 jaar te bouwen. Zelfs met het hoge bouwtempo van 50 woningen in het dorp Dalfsen per jaar. Wij moeten onze inwoners de vraag voorleggen hoe ze de toekomst van hun dorp zien. Wat is het belang van een groen, mooi buitengebied? En hoeveel woningen moeten gebouwd worden en waar? En laat de nieuwe raad dan maar besluiten wat er moet gebeuren. Ik hoef mij niet... Dames en heren, ik had gezegd dat u toehoorde was. Dank u wel voor uw betoog, meneer Rooijakkers. Voorzitter. Meneer Nijkamp. Het was weliswaar een kort en krachtig betoog van de heer Rooijakkers, maar ik heb er wel een vraag over. Want moet ik... Dat mag. Ja, moet ik zijn standpunt zodanig interpreteren dat u zegt van nou, Oosterdalse 1, als dat vol is, dat duurt dan nog anderhalf jaar, dan zetten we Dalfsen op slot. En dan zegt u van, en alles wat we vervolgens nodig hebben, dat gaan we in Oud-Leuzen en Honers doen. En dat betekent dat we daar dan die 50 of 60 woningen per jaar gaan neerzetten. U kiest dus voor een soort, mag ik het zo zeggen, een soort explosie van die kleine kernen, ter faveur van het op slot zetten van de kern Dalfsen. Dat is wat u betoogt, hè? En dat wil ik wel graag even helder hebben. Meneer Rooijakkers. Ja, de heer Nijkamp was op cursus geweest hoe vreemd ik is. Maar dat heb ik niet gezegd. En ik heb ook niet gezegd dat Oosterdalfse 2, want dat is al aangewezen, dat absoluut niet zou mogen. Ik heb steeds gezegd, ben zuinig op je grond. Geef hem niet ongebreideld uit. En met een... sorry. met een gedifferentieerde grondpolitiek hoef je ook vaak die besluiten niet te nemen. Je moet gewoon de gronden hier veel duurder maken. Het is toch logisch dat bijvoorbeeld de grond aan het waterfront of de grond in Oosterdalfsen duurder is dan andere grond. En dat hebben mijn collega's hier in de raad met enige uitzondering, hebben dat nooit willen doen. En dan gaat het vaak vanzelf goed. Maar we hebben gewoon, als het ware, waren we in paniek. De grond kunnen we niet kwijt. En overal is de grondprijs even duur, dus verkopen maar, handel. Nou, ben er zuinig op. Nee, die boodschap van zuinigheid, die is mij wel helder en die is ook wel hard gegrepen. Maar tegelijkertijd beweerde u net van na Oosterdalfsen 1 is het klaar. Dat hebt u toch volgens mij gezegd? Ik heb Oosterdalfsen 1 niet gezegd, Oosterdalfsen. Meneer Nijkamp. Nee, dat wil ik even helder hebben. U zegt dus wel van Oosterdalfsen 2, dat is verder prima voor de uitbreiding. Ja, ik probeer even dat helder te krijgen gezegd. Wat u nou zegt. Ik constateer alleen de realiteit dat die plannen er al zijn en in vergevorderd stadium en dat er ook een visie ligt en een bestemmingsplan en dergelijke dingen meer. Nee, maar er ligt wel een, een structuurvisie en dat is bij al die andere gevallen niet. Dus zoveel mogelijk ook inbreiden, andere locaties. En ik ben nog steeds in afwachting van de bouwtallen. Want we zijn toch niet hiervoor om voor de hele wereld te bouwen, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we de afgelopen 3 jaar veel meer dan onze portie hebben gebouwd in het dorp Dalfsen. Dat is een standpunt dat u duidelijk gemaakt.
Meneer Rouwjakkers, meneer Broeren. Ja, ik wil daar graag wel even op reageren, want er is volgens mij niemand hier, tenminste ik heb het niemand horen zeggen, die is voor ongebreidelde groei en massale groei en iedereen is welkom. Wat we proberen uit te schetsen, tenminste wat mijn fractie heeft proberen te schetsen, is dat voor de mensen uit Dalfsen, en in welke kern je nou ook woont, dat er in jouw eigen kern ruimte moet zijn om te kunnen blijven wonen. Dat is wat wij beogen. U heeft zelf in uw bijdrage gesteld dat wij alleen wettelijk niet kunnen verplichten dat we alleen bouwen voor onze eigen inwoners. Dat heeft dus als gevolg dat ik twee keuzes heb. Ik kan het op slot zetten en ik kan het op een bepaalde manier openzetten. En dan kiezen wij voor die tweede. Want ook ons is die buitenruimte zeer heilig. Dus het zal altijd zorgvuldig moeten gaan. Dat is ook waarom wij hier net pleiten voor een zorgvuldig proces. Waarom wij daar iedereen bij willen betrekken. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen, we zetten Dalfsen op slot. Want er zit nog een gevolg aan. Er komt een rode lijn om Dalfsen heen. Dat betekent dat de prijzen in Dalfsen omhoog gaan. Dat betekent dat het nog moeilijker wordt voor mensen in een woningmarkt in Dalfsen die al behoorlijk op slot zit. Zeker als het om huur gaat. De huren zijn enorm hoog in de particuliere sector, in de kern Dalfsen. Dus daar zit echt een probleem. Dan vind ik het echt een heel raar verhaal om te zeggen, dan laten we die prijzen nog maar hoger worden, zodat alleen maar een bepaalde groep mensen daar kan gaan wonen. Daar wil ik echt ver afstand van nemen. Dank u wel, meneer Broeren. Voorzitter, ik maak bezwaar tegen het feit dat iedereen zegt dat ik de boel op slot wil zetten. Hebt u zelf gezegd? Nee, ik heb dat niet gezegd. Ik heb het woord op slot niet in de mond genomen. Ik heb gezegd, wees zuinig op je grond en hou nou eens op met bouwen in die mooie buitengebieden. Wees er zuinig op. We kunnen nog minstens 12 jaar verder. En ik ben van mening dat en daar hoop ik de collega's ook nog wat van te horen, dat differentiatie van grondbeleid echt noodzakelijk is. Voorzitter. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, ik wil hem toch nog even iets aanscherpen, meneer Rooijakkers. U geeft zelf aan, differentiatie, wij zijn degene geweest die volgens mij die sterk voor differentiatie gepleit heeft zelfs. Maar u geeft daarbij aan dat ze bijvoorbeeld hoger. Ook zegt u, zo weinig mogelijk probeer te remmen waar je kunt. Een hogere prijs remt inderdaad. En waar gaat u met de jongeren van Dalfsen naartoe, meneer Rooijakkers? Waar kunnen die nog terecht? Huren kunnen ze hier niet meer. Wat kunnen we voor hen bieden zometeen? Een wethouder heeft gezegd dat ongeveer 50% van de woningen worden sociale huurwoningen. Nou, dat is al een behoorlijke locatie. En 50% van niks is niks, meneer Rooijakkers. We hebben nog 12 jaar te gaan, meneer Lochtenberg. Gaat daar niet vreemd. Oké, heren. Er was een levendige discussie. Sommigen zijn er heel erg voorstander van. Prima. Maar ik concludeer wel, gezien de opinies, of gedeeltelijke opinies die u al gegeven hebt, dan dat we dit nog weer als bespreekstuk in de gemeenteraad van volgende week krijgen, dat we er dan weer volop over kunnen gaan debatteren. Ik heb wel twee toezeggingen gehoord van de... Ik ben aan het afronden, meneer Lochtenberg. Is dat nu wat voorbarig? Want we hebben de wethouder niet gehoord in de reactie op ons inbrengen. Nou, ik denk dat wij moeten volgende week met... ons dit opnieuw gaan behandelen. U kunt volgende week opnieuw, komt het als besluitvormend voorbereidend op de agenda. En daar kunt u opnieuw uw vragen en uw verdere opinie stellen. En ik heb wel gehoord dat een tweetal toezeggingen van de wethouder, dat hij in november 2018 in ieder geval met een stuk naar de raad toe komt, waarin duidelijkheid is over de omvang van het gebied, dat hij daar zijn uiterste best voor zal doen. En hij heeft ook toegezegd dat hij nog schriftelijk terugkomt op de uitgifte van de laatste jaren. Maar daar ligt ook nog een vraag waar hij ook nog terug moet komen, die al technisch gezegd is, gesteld is door D66, om daar ook de afgelopen 20 jaar in te betrekken. Daarmee wil ik dit agendapunt afsluiten en wil ik overgaan tot de pauze voor een lekker bakkie koffie. 15 minuten. Het kwartier is toch vol. We hebben genoten van hopelijk een lekker kopje koffie of thee.
En wil ik verder gaan met agenda punt 5 van de agenda. Stedenbouwkundige invulling appartementengebouw PL locatie, verantwoordelijk wethouder de heer Schuurman. Wederom voorbereidend besluitvormend. In november 2017 heeft u gesproken over de stedenbouwkundige invulling van de PL locatie in Dalsen. U heeft de stedenbouwkundige visie niet vastgesteld, maar het college gevraagd om te komen met een nadere uitwerking waarbij a. het participatieproces goed is uitgevoerd en vastgelegd, b. inzicht gegeven wordt in de mogelijkheden van gastloos bouwen en c. kleinere bouwkundige aanpassingen worden meegenomen. Het college van BNW heeft nader overleg gepleegd met Veghorst. Veghorst heeft nadere invulling gegeven aan het participatietraject en heeft de mogelijkheden van gastloos bouwen nader onderzocht. De brief van Veghorst is bij de stukken gevoegd. Technische vragen zijn gesteld door D66, VVD en gemeentebelangen. Beantwoording staat op het RIS. Wederom hier in twee ronden, informerende ronde en de opinierende ronde, ambtelijke ondersteuning van de heer Vruchterveen. Welkom meneer Vruchterveen. En de heer Rooijakkers is voorzitter van de Raad van Toezicht van Rozengaarde, dat als verhuurder betrokken is bij de ontwikkeling van deze locatie. Daarom neemt de heer Rooijakkers niet deel aan de beraadslagingen. Hij zal volgende week wel mee stemmen. En daarmee heb ik de aankondiging gedaan van dit agendapunt. En wil ik overgaan naar de informerende ronde. En wie mag ik als eerste het woord geven voor de vragen? Kijk even rond. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ik heb drie vragen die liggen in elkaars verlengde. Voor een deel is het misschien ook wel een retorische vraag. De eerste is, is het zo dat als de Raad nou akkoord gaat met deze stedenbouwkundige visie, vervolgens het bestemmingsplan wordt aangepast aan het ontwerp? Dat is de eerste. De tweede ligt in dat verlengde. Is het zo dat als de Raad akkoord gaat, dat we dus ook akkoord gaan met een maximale bouwhoogte van 12,17 meter? Anders dan het bestemmingsplan, het huidige bestemmingsplan aangeeft, waar ik al eens een keer een opmerking over heb gemaakt en die werd toen min of meer van tafel geveegd, maar het staat er echt wel. Dat we dan ook akkoord gaan met een kleiner en verschoven bouwvlak en met het aanleggen van gasleidingen, dus dat er gas gestookt wordt. En de derde vraag, is het zo dat als de Raad akkoord gaat, zijn we dan nog steeds maatschappelijk verantwoord bezig? Zeker als we kijken naar het gebruik van gas en ook dat we dat in de toekomst overal moeten minderen of moeten zien te minderen en dan zal het gebouw mogelijk moeten worden aangepast en wat gaat het dan kosten? Tot zover de drie in elkaars verlengen liggende vragen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Weer komt dit op de agenda en het roept nog steeds de nodige vragen op. Allereerst bedankt voor de beantwoording van technische vragen. Die geven alvast wel wat duidelijkheid. Een van die vragen werd ook door de inspreker gesteld. Dat ging over die bouwhoogte. Misschien kunt u daar nog wel extra toelichting op geven. In eerste instantie werden de wijzigingen in stukken aangegeven dat er gasloos gebouwd gaat worden. Maar al snel blijkt dat daar een financieel stokje voor gestoken werd. Hoe kan het zo snel zomaar veranderen? Want dat wordt wel erg verwarrend in de gang hier naar deze bespreking toe. De toekomstvisie geeft aan dat er uiteindelijk overal gasloos gebouwd moet worden of worden omgebouwd. De financiële consequenties daarvan zijn ook aanzienlijk. Is daar ook naar gekeken? Zeker gezien de laatste ontwikkelingen met de toekomstige aanvoer van Gronings gas. Hebt u daar inzicht in? En dat bedoel ik niet dat u weet wanneer het gas op is, maar wat de consequenties voor dit gebouw zouden kunnen zijn. In de brief aan onze raad spreekt Veghorst over de toekomst waarbij op termijn alle woningen CO2-neutraal gemaakt gaan worden. Of althans zo dicht mogelijk erbij. Waaronder op dit gebouw. Waarom niet direct? En wat zijn hun verdere plannen daarin? Dan nog een vraag over het bijgevoegde visiedocument. En er staat een definitie in van de duurzaamheid van de provincie, bladzijde 11 van het stuk. En dan citeer ik, duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte aan de huidige generatie zonder voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen
om ze ook in hun behoeften te voorzien. Met andere woorden, is er geen extra reden om nu gasloos te gaan bouwen en niet te wachten over 5 of 10 jaar als er besloten wordt om het gas niet meer door te voeren naar onder andere dit dorp? En heeft de initiatiefnemer alleen op die basis al geen morele voorbeeldfunctie? En waarom zij wel, of zij niet, en de rest wel? Dat waren mijn vragen voorlopig. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen ook in verlengde en misschien wel deels overlappend. Ja, het is niet gelukt om een gasloos ontwerp voor te leggen. In de notitie van Vechthorst wordt in relatie tot energietransitie wel ingegaan op de verdere toekomst. En in deze context hebben we een aantal vragen. Eén, wil de wethouder er bij Vechthorst nogmaals op aandringen dat duurzame energie een hoge prioriteit heeft vanuit de gemeente Dalfsen? En twee, voor de paneellocatie en bestaande eigendommen wordt geen termijn genoemd voor duurzame ombouw. Zijn er hierover tussen de gemeente en Vechthorst al concrete afspraken gemaakt? En drie, zo niet, wil de wethouder dan de mogelijkheden onderzoeken om hier in gezamenlijkheid een plan voor aanpak voor op te stellen? En dan nog een andere vraag die naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen. Ons viel op dat een bestemmingsplan abusieflijk een fout was geslopen. Nou hebben we bij dit bestemmingsplan al eerder bijzonderheid meegemaakt ten aanzien van de Koesteeg. Ik hoef er vanavond geen antwoord op, maar misschien kan dat schriftelijk zijn er. Hoe is het in dit bestemmingsplan zeker te stellen dat er niet nog meer van dit soort foutjes zitten, al dan niet voordelig of nadelig voor bewoners en eigenaren? Ik ben benieuwd of er nog meer dingen zijn op te merken daaromtrent. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga eigenlijk niet alle vragen herhalen, want de meeste goede vragen zijn al gesteld wat mij betreft. Nog eentje, één passage in het stuk van, ik moet zeggen, de brief volgens mij van de Vechthorst, of het was een toelichting, maar in ieder geval zin daarin viel ons wel erg op. En we willen wel graag wat meer weten over de achtergrond van die zin. En dat is dat er gesteld wordt dat onze toenmalige wethouder, een toezegging deed aan de Vechthorst om af te wijken van het door de raad gestelde kader. Wij zijn toch wel even benieuwd wat daar de overweging achter is geweest en hoe men tot dat besluit is gekomen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, bij deze laatste vraag van meneer Broeren sluit ik mij helemaal aan. Ik zie ook dat de meeste vragen wel gesteld zijn van ons, maar ik heb nog één vraag die overblijft. In de media lezen we dat de regeringspartijen willen dat er eigenlijk dit jaar al gasloos gebouwd gaat worden bij nieuwbouwprojecten. En nou is mijn vraag van, stel voor dat we dit jaar inderdaad daarmee te maken gaan krijgen, heeft dat consequenties voor dit project? Als ze eerder gaan bouwen, natuurlijk niet. Maar hoe werkt dat precies? Dank u wel, meneer Veldhuis. Er wordt aan de collegetafel nog volop geschreven. Meneer Schuurman, mag ik u het woord geven? Ja, zeker. Dank u wel. Heel wat vragen op mogen schrijven en... Ik wil eigenlijk even beginnen met de vraag die door de insprekers ook is aangegeven van de 8 meter, de grens. Er is in een oud bestemmingsplan aangegeven dat Komdalsen dat er een hoogte was van 8 meter. Dat betreft een goothoogte destijds. En dat is met een omzetting naar het nieuwe bestemmingsplan is dat abusieflijk op een bouwhoogte geplaatst. Op het moment dat er een plan komt, of een initiatief, dan zou één oplossing kunnen zijn bij een herziening van een bestemmingsplan aangeven dat je teruggaat en de fout herstelt. Maar dat leek ons verder van de koninklijke weg. Dus we hebben het gemeente hier neer te moeten leggen met het verzoek om het bestemmingsplan aan te passen. Oorspronkelijk, de Pnielkerk had een goothoogte onder de 8 meter en een nokhoogte rond de 11, 12 meter. Dus vergelijkbaar met wat er nu is. Daar mag 10% van af worden geweken en van daaruit kom je dus binnen die grenzen. Maar wij vinden het belangrijk dat de raad daarin dus op deze manier, op de juiste manier, de mogelijkheid krijgt om daar een keuze in te maken.
De prestatieafspraken, de het participatietraject wat er is gelopen. Daarvan heeft u allemaal de gespreksverslagen kunnen lezen. Daarbij is een secretaris van onze gemeente aanwezig geweest om dat te begeleiden. Dat is vastgesteld door de partijen. En daaruit blijkt dat men het een goed gesprek heeft gevoerd, maar het gewoon niet op alle punten eens is. De initiatiefnemer heeft bewogen, heeft duidelijk stappen gezet, is ook terug te lezen daarin. De mensen, de omwonenden zijn mijns inziens de secretaris horende en de verslagen lezende ook zijn blij met die beweging. Maar men blijft moeite houden met de massaliteit van het gebouw. En wij kunnen niet anders dan dit initiatief hier neerleggen bij de Raad en aangeven en aan u vragen wat u daarvan vindt. Wij als college hebben gemeend dat deze hoogte wel passend is in de omgeving. Omdat je ziet dat dus het oude gebouw wat er oorspronkelijk op die plaats stond, deze hoogte had. Het hospice kent ook een vergelijkbare hoogte en het expertgebouw zit ook op 12 meter. Het aantal bouwlagen wat erin zit is ook bekend in de gemeente Dalfsen. Is het hoog? Ja, het is massiever dan dat er stond. Daar kan ik niet omheen. Natuurlijk hebben we daar met de initiatiefnemer gesprekken over gehad. Om te kijken van hoe men erin zit. En daarin is duidelijk uitgelegd dat men... ook zeer logisch natuurlijk te houden heeft aan audits en interne regelgeving ten opzichte van de huur die men ontvangt. Doordat Vechthorst heeft aangegeven dat men het unieke plekje wat Pniel is en dat men het kwalitatief goed wil aankleden, heeft men er een kwalitatief hoogstaand gebouw van gemaakt en dat... Dat zorgt er nu dus voor dat met de extra vraag die er in de ogen van Vechthorst kwam om het gasloos te maken, dat men boven het budget uitkwam. Dus daar ligt gewoon een rekensom achter. Er komt zoveel huur binnen in de maand. En wat mag het dan kosten? Ja, dan kom je dus boven de limieten uit. En daarvoor moet men ook naar een raad van commissarissen zijn die heeft gezegd van ja, dit is de limiet, anders is het gewoon niet rendabel. En waar komt dat door? Omdat woonstichtingen, we kennen het binnen de gemeente ook, te maken hebben met investeringen. Er wordt gekeken naar een investering en daar moet een vergoeding uitkomen. Daarnaast zijn er natuurlijk investeringen in duurzaamheid. Alleen, men mag die opbrengsten dus niet daarbij optellen. Men loopt vast op de eigen begrotingsmethodiek, zoals we dat hier bijvoorbeeld zelf ook hebben gehad bij de gemeentewerf. We hebben eerst inderdaad krediet beschikbaar gesteld voor het bouwen en een aantal maanden later komt het verhaal terug met de zonnepanelen, omdat dat zorgt voor een lastenverlaging. Alleen bij de woningstichting werkt dat dus tegen op dit ogenblik. Doet Vechthorst dan niets? Ik heb die vraag ook gesteld aan de initiatiefnemer. En daarin werd mij aangegeven dat er in 2018 worden er 246 woningen in het bestand van Vechthorst worden verduurzaamd. Die gaan van energieklasse E naar B of van C naar A. En daar investeert men 2,2 miljoen euro in. De gedachte daarbij is dat deze besparing of deze investering zorgt voor een grotere energieverbetering dan dat je dat puur zou doen in dit nieuwe pand waar je naar een EPC-waarde gaat van 0,4 naar 0,2. Dus het betekent wel dat je verbetering krijgt, maar even nakijken, 363.000 euro was de extra investering om het pand gasloos te maken, dan kom je op een investering per appartement van 17.000 euro.
de stap die men dus zet bij de andere woningen, de wat oudere bestaande woningvoorraad, dat is een investering van 9000 euro per woning. En daarmee kan men dus sneller stappen zetten. De vraag van het CDA was zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en Vechthorst over het verduurzamen daarvan? En de afspraak ligt er met Vechthorst dat ze in 2025 alles minimaal op label B hebben. Dus er zitten ook woningen bij met label A, maar alles minimaal op label B. Ja, in het college hebben we dit natuurlijk uitvoerig besproken. En als je dan in het acht neemt dat een groep ouderen en de gemeente vergrijst, daar hebben we het net in het vorige onderwerp ook over gehad. Ja, er is een flinke behoefte aan woningen. Ook voor ouderen. De afspraken die we met Vechthorst hebben gemaakt over het aantal op te leveren woningen komt daarmee ook onder druk te staan. En dat heeft het college doen besluiten om voor te stellen om dit te accepteren. Volgens mij heb ik al een heleboel vragen gehad. Maar ik ga nog heel even doorlezen of ik alles heb gezien. Die zijn geweest. De vraag van CDA of dit de laatste omissie is in zeg maar, het aantal bestemmingsplannen, daar durf ik niet met zekerheid antwoord op te geven. Dus dat ga ik hier ook niet doen. Daar gaan we intern nog even over praten en daar kom ik op terug om daarna te kijken wat daarachter zit. De heer Broeren die vraagt waarom dit niet verplicht gasloos is en de opmerking die erin stond dat de wethouder had afgesproken. Dit was een bestaand contract en de afspraken lagen er al voor het punt dat inbreiding werd vastgesteld. En Vechthorst is op die manier verder gegaan. Dus met de gedachte dat het gasloos kon en je zou dus de hele tekening en alles wat er aan voorwerk is gedaan moeten doorstrepen en van scratch af aan opnieuw beginnen. En dat is... Ja, dat lukt niet binnen de manieren zoals men nu wil doen. Voorzitter, mag ik hier een aanvullende vraag over stellen? Ja, ten Nijburg. U zegt dat lukt niet, maar ik heb een schetsontwerp gezien waarin het dus wel lukt. Alleen dat kost meer, maar dan zegt u ja, Vechthorst kan dat niet, maar misschien kan een andere projectontwikkelaar het wel. Meneer Schuurman? Er is daarin aangegeven dat de extra kosten voor het gasloos maken 363.000 euro waren. Er blijft 2 ton tekort. Omdat Vechthorst dus niet kijkt naar het ene project, maar naar het verduurzamen van het hele woningbestand. Dus men speelt geen paniekvoetbal. Maar pakt het hele woningbestand aan. Op termijn zal natuurlijk deze woning, of dit appartementencomplex, zal ook gasloos gemaakt moeten worden. Die verplichting ligt er voor iedereen voor 2050. 2025 zal er binnen label A moeten zitten. Nou, daar valt hij, of B moeten zitten, dus daar valt hij onder. En ik heb zelfs gehoord dat men op voorloopt op schema. Dus moet men het op termijn? Ja. Absoluut. Nu niet, omdat de extra investering, het beter op een andere manier kan worden ingezet binnen de standaard verduurzamingstraject wat Vechthorst aan het doorlopen is. Voorzitter. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Ik wil graag even ingaan op die opmerking over die verduurzaming van die andere woningen. U zegt van er komt 2 ton tekort. 2,2 miljoen voor het komende jaar om die woningen op label B te krijgen. Waarom niet daar 2 ton uithalen en het nu stoppen in dit gebouw en het in één keer goed doen? Maar straks ombouwen kost ook misschien wel een ton. Dan hebben ze maar 1 ton tekort. Dus hoe zit dat? Als je de 2 ton hiervoor zou gebruiken, dan... die is tekort. Dus die zou je dan bij een andere weg moeten halen. Dat betekent dat je deze 21 appartementen gasloos
kan maken. Maar het zou ook betekenen dat je 220 gedeeld door 9, of 2 ton gedeeld door 9000 andere huizen niet van label E naar B kan krijgen. Ja, dat begrijp ik wel, maar het moet misschien over 5 jaar, of binnen 10 jaar, omgebouwd worden naar gasloos. Dat risico zit er zeker in. Dat kost ook geld. Dat klopt. Een rekensommetje, misschien kost dat een ton, dat durf ik zo niet te zeggen, weet ik niet exact. Maar dat kost het maar meer dan een ton om het nu te doen. Ja. In de toekomst. Ja. Dat is een logische gedachte, neem ik aan. Ja. Deze vraag hebben we ook gesteld aan Vechthorst. En de gedachte daarbij is dat ze op dit ogenblik met deze investering meer kunnen bereiken op de bestaande woningvoorraad dan dat men en de verwachting dat men het Pniel appartementencomplex op termijn voordeliger gasloos kan maken. En ik ben met u eens dat dat op termijn moet gebeuren. Maar de kosten daarvan liggen bij Vechthorst en die hebben zij ook als eigenaar zelf te dragen. Even kijken. Volgens mij. Ja, ik zie nog een vraag staan of men vindt dat men de voorbeeldfunctie op deze manier goed heeft uitgevuld. Ja, over de hele breedte dus wel. Alleen men kan de euro maar 1 keer uitgeven en kiest er dus voor om dat op de rest van de woningen te doen. Ik ben er ongetwijfeld nog niet vergeten, maar ik hoor hem graag. Dank u wel van de beantwoording tot dusver. Ik kijk even rond of meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit even te zoeken of ik het überhaupt nog snap. Want het verhaal is dus eigenlijk dat we een investering die we waarschijnlijk überhaupt moeten gaan doen en die in de toekomst meer gaat kosten, nu wat minder kost. Dus eigenlijk nu is het voordeligste moment om die investering te doen. Die gaan we vooruit schuiven en meer kosten maken, omdat het in de begrotingssystematiek van de Vechthorst op dit moment het beste uitkomt. Begrijp ik dat op een goede manier? Dan heb ik hem niet duidelijk uitgelegd. De begrotingssystematiek die er binnen heel veel instanties op dit ogenblik is, is dat men kijkt naar de investering. En ga je naar de kosten kijken over de hele looptijd van de levensduur van een gebouw, dan zal er een ander vraagstuk uitkomen. Alleen de toetsing, dus de manier hoe Vechthorst wordt getoetst, is op basis van de misschien wel ouderwetse manier om te toetsen op de oorspronkelijke investering. En dus niet het totaalplaatje mee te nemen. En die lastenverlaging die er kan worden gerealiseerd, dat mag Vechthorst niet neerleggen bij de huurder. Dus dat draaien ze zelf voor op. En dat is dus niet recht te breien. Dus er ligt een diepere discussie onder. Waar Vechthorst mee naar de toezichthouder kan. En aangeven dat daar een problematiek zit. Maar die lossen wij hier niet op vanavond. Tenminste, niet voor Vechthorst. Dank u voor de beantwoording. Kijk even rond. Zijn er nog meer vragen? Ik zie geen lampjes branden. Dat betekent dat we de informerende ronde kunnen afsluiten. En dat wij naar uw opinie kunnen. En wie mag ik als opinie? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ja, er kwam net van alles op tafel wat ons toch een beetje in verwarring brengt. Meer naar de kant van zorg. Kijk, het concept is mooi. Appartementen geschikt voor thuiszorg. En de plek is ook geschikt. Daar zijn we het over eens. En we vinden ook dat er iets dergelijks moet komen. En ook op die plek. Maar, en nou komt de maar bij het hele verhaal. En dat zijn er denk ik wel 3. We blijven ons afvragen of er voldoende en tijdig met de buurt is overlegd, of dat niet anders had gekund. Er is, en dat kijk ik ook naar het verleden, en dat is niet allemaal u persoonlijk aan te wrijven, maar toch. Er blijft een gevoel bestaan bij de mensen van, ja, de gemeente kan alles doen, ze passen gewoon de regels aan. Ik zeg een gevoel, ik zeg niet dat het zo is, maar dat gevoel dat ontstaat. En dat er vooral in de marge is aangepast, en dat zijn toch een soort schijnaanpassingen, schijnoplossingen, waarbij aan wezenlijke
problemen en bezwaren niet tegemoet is gekomen. Dat in de eerste plaats. Tweede plaats, ja, het bestemmingsplan wordt aangepast aan het ontwerp. Dus ja, je kunt in feite ontwerpen wat je wilt. En ik begrijp ook wel dat dat zo werkt. En dat je dan zegt, ja, we moeten dat bestemmingsplan aanpassen. En ik snap ook dat het fout is gegaan met die maat. Maar daar zijn ook verschillende mensen mee op het verkeerde been gezet. Dus daar hebben we wel enige zorgen over. En, maar vooral ten aanzien van het nieuwe bestemmingsplan. Ja, wij gingen ervan uit dat nieuwe bestemmingsplannen gasloos bouwen voorstaan. Dat speelt al heel lang in deze raad. Dat speelt al heel lang in allerlei discussies over inbreidingslocaties, uitbreiding van het dorp, nou, enzovoorts. Ik durf zelfs te zeggen dat wij zelfs niet eens altijd de eerste waren, maar dat het college daarin ons is voorgegaan en voorop liep in het gasloos bouwen. Wij zijn daar als raad vaak achteraan gekomen, hebben dat ondersteund en hebben dat op een gegeven moment overgenomen. En nu lijkt het ja, bijna andersom, dat het college zegt, nou ja, we moeten dat maar accepteren dat er gas wordt gebruikt. Want in de toekomst gaan we dat verbeteren. Nou, daar zit onze grootste zorg. En we vragen ons echt af, is dit nou maatschappelijk verantwoord? Geven we daarmee, ik geloof dat de heer dat ook zei, geven we daarmee nu echt een goed voorbeeld naar onze burgers? Is dit nou een voorbeeldproject waar we mee willen pronken? Van kijk eens, zo moeten we dat nou doen als we nieuw gaan bouwen, als we inbreidingslocaties gaan gebruiken. Ja, en daar zit voor ons de meeste zorg. En ja, wij neigen ertoe om te zeggen, ja, je moet verplicht gasloos bouwen. En daarom willen we het punt toch mee terugnemen naar de fractie. Wacht nog even op de rest van de discussie, maar we zien het nog niet zo zitten op dit moment. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook namens ons dank voor het nieuwe voorstel. We willen de vechthorst bedanken voor de energie die men in tweede instantie in dit traject heeft gestoken. Wij zijn voor een dergelijke ontwikkeling op deze plek, voor deze doelgroep. Dat hebben we ook de vorige keer nadrukkelijk aangegeven. Zeker ook in het licht van een eerder betoog wat ik vanavond heb aangegeven, heb ik heel helder aangegeven dat wij voor deze doelgroep zien dat er een vraag ligt. Dus geen misverstand daarover. Echter, er zijn gesprekken met omwonenden gevoerd en de tevredenheid is wat verhoogd. Zo zeg ik maar even. Wij hopen dat in de komende processen binnen de gemeente Dalfsen vanaf het begin op deze wijze met de omgeving gecommuniceerd gaat worden. Zeker door de vechthorst. Door samen met omwonenden vorm te geven aan een plan voorkom je aan de achterkant van procedures veel ellende. Want ook nu blijft er onvrede. En ik ben het met de wethouder meteen eens dat je altijd onvrede houdt. Daar zijn wij ook zeker van overtuigd. Maar we zijn er ook van overtuigd dat een beter proces tot een beter resultaat had geleid. Zowel van de omwonenden als voor de vechthorst. Dat over de burgerparticipatie, maar dan voor ons het aspect gasloos. In ons inbreidingsbeleid staat onomwonden omschreven dat er een ontwikkelovereenkomst wordt opgesteld waarin ook de verplichting met boeteclausule wordt opgenomen dat er gasloos moet worden gebouwd. Nou besef ik mij, en dat werd net ook terecht door de wethouder aangegeven, dat er waarschijnlijk al een overeenkomst voor die datum lag. Echter, en dat werd net ook door de ChristenUnie aangegeven, wij zijn al jaren in deze raad bezig met gasloos. Dat is echt niet iets van een jaar geleden. Daar waren we al in ons duurzaamheidsbeleid mee bezig. Daar waren we in allerlei notities mee bezig. En ik verwacht gewoon van onze woningcorporatie, laat ik dat maar even hardop zeggen, dat die de discussies over dit soort onderwerpen hier in de raad actief volgt. Dus ik kan er niet zoveel mee dat er wordt gezegd op een gegeven moment van ja, dat werd pas op een heel laat moment duidelijk, want wij hadden dat gemist. Ja, ik vind dat persoonlijk vrij onbegrijpelijk. Dus ik vind dat geen sterk argument. Even kijken, waar was ik gebleven? Nou, dat er tijdens de gesprekken tussen de gemeente en de vechthorst blijkbaar onvoldoende gecommuniceerd over dit onderwerp is, laat ik dat dan maar concluderen. En nu achteraf aan een bestaand ontwerp een gasloos scenario wordt gekoppeld, begrijpen wij ook dat die kosten hiervoor erg hoog gaan worden. Dat is namelijk logisch als je in een bestaand gebouw ineens gasloos gaat toepassen, ja, dan worden de kosten wat hoger. Als je het meteen in je ontwerp mee had genomen, had dat anders in elkaar gestoken. Nou, dat die kosten hoger worden, daar kun je ook nog over discussiëren, hoe je daarmee omgaat. Er zijn volgens mij allerlei hele knappe koppen die daar nog wel eens aan zouden kunnen rekenen. Ik ben niet zo'n knappe kop, zeg ik meteen. Maar ik heb wel allerlei mensen die ons hebben ingefluisterd, die zou het op andere manieren kunnen financieren, zitten hiernaast. Die mag niks zeggen natuurlijk, maar die spreek ik wel eens in de gang. Nee, maar er zijn allerlei manieren waarop je dit zou kunnen tackelen. Dus ik geef de vechters daarmee nog even een opening wat mij betreft vanuit onze fractie, want, en dan kom ik naar onze afsluiting, wat ons betreft moet de woningcorporatie het goede voorbeeld geven. En dat betekent dat op dit moment ligt er een voorstel voor gasloos. Of voor niet gasloos moet ik zeggen.
In een tijd dat de urgentie enorm groot aan het worden is om gasloos te bouwen. Vanuit allerlei maatschappelijke invalshoeken. Niet alleen vanuit klimaat, maar ook Groningen. Ik ben in Groningen, dus het ligt wat gevoelig. Dus ik wil ermee aangeven, ik vind het heel vreemd dat we dan zo'n groot gebouw in ons dorp neer zouden zetten. Vanuit een maatschappelijke organisatie als de woningcorporatie, die niet gasloos is. Wij kunnen dat gewoon niet accepteren. Dat betekent dat op het moment dat het gasloos of niet gasloos blijft, dat wij niet in zullen stemmen met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broere. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. In november hebben we de opdracht meegegeven om de afstemming met omwonenden zorgvuldig plaats te laten vinden. De CDA-fractie vindt het goed dat er de tijd is genomen om te kijken in welke mate het tegemoet kan worden gekomen aan het bezwaren van de buren. En we begrijpen ook dat het niet mogelijk is om iedereen tevreden te stellen. Het is al gezegd, het is niet mogelijk gebleken om wat te doen aan die bouwhoogte en de grootte van het gebouw. En dan gaan we uit van het deskundig advies wat dan voor ligt. Maar met de gemaakte afspraak is er wel de intentie geweest om naar het beste resultaat te streven. Maar die stappen, dat in alle tijden dat in gezamenlijkheid doen, het is al eerder gezegd vanavond, dat vinden we heel belangrijk als CDA-fractie. Maar goed, het resultaat wordt niet alleen bepaald door de afstemming met de buren en de inpasbaarheid van het gebouw. Net als bij andere ruimtelijke ontwikkelingen vindt onze fractie het belangrijk dat het aspect duurzaamheid integraal in het ontwerp wordt meegenomen. We vinden het daarom teleurstellend dat het niet is gelukt om in het ontwerp wat voor ligt gasloos bouwen mee te nemen. Juist van een sociale onderneming, en dat is ook al gezegd als Vechthorst, hadden we de hoop dat dit zou lukken. Aan de andere kant is er blijkbaar ook van het college ruimte gegeven om een ontwerp met gas te ontwikkelen. En hier had ook vanuit de gemeente in eerste instantie strakker op gestuurd moeten worden. En wat ons betreft, ik heb er al naar gevraagd, zou er ook in de toekomst in afspraken ambities kunnen worden geformuleerd om die transitie naar gasloos bouwen in de hele voorraad, dat dat prioriteit krijgt. En hoewel we gasloos bouwen erg belangrijk vinden, en dit zeker dus bij nieuwbouw de standaard vinden, gaat duurzaamheid voor ons ook verder dan alleen de discussie wel geen gas. We hebben het ook gehoord in brede verband. En de CDA-fractie vindt sociale duurzaamheid zeker net zo belangrijk. En we hebben eerder onze steun voor woningbouw op deze locatie uitgesproken. En erkennen ook het belang van en de behoefte aan extra ruimte voor woonzorgappartementen in Dalfsen. Ja, kortom, wij willen onze ouderen niet in de kou laten staan. En dit en het feit dat we hebben de toezegging genoteerd om te kijken naar het bestemmingsplan of daar in andere situaties nog omissies zijn. Maak daar eens een scan van. Willen wij toch wat we vanavond hebben gehoord nog eens even mee terugnemen en daar volgende week finaal op terugkomen. Dus tot zover. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, tijdens de vorige behandeling in deze raad hebben wij het college met klem verzocht om de participatie met de omwonenden te verbeteren. We zagen dat dat tot dan toe niet of nauwelijks was gebeurd. We hebben gezien dat in de afgelopen periode het college zich dit ter harte heeft genomen. Dit heeft geresulteerd in overleg met de omwonenden, samen met Vechthorst. Op een aantal punten zijn verbeteringen doorgevoerd, waardoor rekening is gehouden met een aantal bezwaren van de omwonenden. We begrijpen dat dit niet op alle fronten is gebeurd, maar dat is ook niet realistisch om dat te verwachten. Dat het pand nog steeds als te bombastisch wordt ervaren, dat snappen we. Maar we snappen ook dat het project financieel haalbaar moet blijven. Ten aanzien van gasloos bouwen blijven we met de vraag zitten waarom dit niet mogelijk is. Voor iedereen geldt dat er gasloos gebouwd moet worden. Maar toch geldt dat hier in dit specifieke geval niet. Gelijke monniken, gelijke kappen vinden wij. Practice what you preach. Daarnaast is het zo dat de kans aanwezig is dat door het kabinet nog een keer wordt besloten dat dit jaar al alleen maar gasloos gebouwd mag worden bij nieuwbouw. Voordat op deze locatie gebouwd gaat worden, kan ook zomaar in 2019 zijn. We hebben vanavond pas vlak voor de vergadering de antwoorden gezien op onze technische vragen. Voor ons reden om het oordeel nog wel mee terug te nemen in de fractie. Maar zoals het er nu voor staat, ook ten aanzien van gasloos bouwen, geldt ook voor ons dat we neigen naar een nee. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Onze fractie heeft ook kennis genomen van alle onderliggende stukken die ook
gewijzigd zijn en de afspraken met de omwonenden. En hoewel daar met de omwonenden nog niet op alle aspecten consensus is, kunnen we toch wel redelijk leven met de betreffende afspraken die gemaakt zijn. Hoe dat zich verder ontwikkelt, dat zien we dan wel. Echter, het niet gasloos bouwen blijft ons verbazen en de argumenten vinden we nog steeds niet plausibel. Zeker de financiële niet. Terwijl Vechtstors zelf in een brief aangeeft dat gasloos bouwen een logische wens is van de gemeente. Dan hadden ze dit toch kunnen weten en mee kunnen nemen in het ontwerp. Ook zonder de bewuste notitie gelezen te hebben. Het visiedocument geeft dit ook aan. Ze bouwen al zo lang in onze gemeente en komen toch ook wel eens langs in dit huis. In vele stukken is onze duurzaamheidsambitie terug te lezen en dat sowieso meegenomen moeten worden. Volgens onze fractie moet het kan het best anders. Van een sociale woningbouwer hadden en kunnen we toch meer verwachten op dit gebied. Natuurlijk willen wij graag deze voorzieningen voor onze senioren gerealiseerd zien. Iedereen is daar helemaal mee eens. En zeker ook wel op deze plek. De behoefte daaraan is heel duidelijk. Mooie plek, dicht bij het centrum en de zorginstellingen. En zeker in samenwerking met Rozengaarde een groot pluspunt. Voorzitter, u zult begrijpen dat we in spagaat verkeren en een weloverwogen besluit willen nemen. Ik neem de antwoorden die de wethouder gegeven en wat ik gehoord heb in de fracties, zeker mee en overleggen we nog verder in de komende week. Ons uiteindelijke standpunt zullen we u in de komende raadsvergadering geven. Maar of dat positief of negatief uitvalt, hangt mede af van de vraag aan de initiatiefnemer of deze alsnog bereid is gasloos te gaan bouwen of daar in de komende periode tot aan de raadsvergadering een voor ons acceptabele oplossing voor kan aandragen. Onze fractie wacht de komende ontwikkeling graag af. Hoor dan verder. Dank u. Dank u wel, meneer Jutten. Ja, in de opinie heel veel complimenten, maar dat er toch heel veel participatie is. Maar er blijft toch één zaak echt overeind staan en dat is gasloos bouwen. En wat wilt u daar de komende week na de raadsvergadering gaan doen, wethouder? Misschien dat u daarop kunt reageren. Ik hoor de verhalen en ik kan toezeggen dat ik in overleg ga met de woonstichting om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar de perioden zijn beperkt tot 6 dagen. Dus dat is wel heel kort. Dus ik weet het niet. Ik ga het proberen. Ik ga in ieder geval zo snel mogelijk overleggen. Ik denk vanavond nog. Dat is supersnel. Ja, dan komen we aan het eind van dit agendapunt. Ja, ik heb net al even, heel even gezegd dat er toch wel instemming is met de participatie die op tweede termijn gebeurd is. En opgeroepen om dat in vervolg nog vaker te doen. Ik heb u ook 2 toezeggingen horen doen. Dat is dat u ons nog zult meenemen in of er nog meer omissies in bestemmingsplannen zitten. Daar zou u intern naar kijken. En u hebt net toegezegd dat u in overleg gaat met Vechthorst. Misschien zelfs vanavond, maar in ieder geval deze week. Want ik denk dat deze commissie toch heel erg zwaar neigt naar of het heeft over gasloos bouwen. Dat mag heel erg duidelijk zijn. Daarmee sluit ik dit agendapunt en stel ik dat dit als bespreekstuk naar de raadsvergadering van volgende week gaat. Dan geef ik even de mensen de gelegenheid om te vertrekken en betekent ook dat bij vanaf nu de heer Rooijakkers weer actief aan de beraadslagingen zal meedoen. Ja, misschien werd u die tijd ontgroeid, meneer Rooijakkers. We gaan verder met agenda punt 6, beleidskader peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2018-2021, verantwoordelijk wethouder de heer Uitslag. Op 1 januari 2018 is de wet kinderopvang en de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang ingevoerd. Om in de gemeente Dalsen te voldoen aan deze wetswijziging zijn er vorig jaar juli nieuwe subsidieregels
voor voorschoolse voorzieningen opgesteld. Hierdoor is het noodzakelijk om het huidige beleidskader ten aanzien van voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie te herijken. Met het vaststellen van het beleidskader peuteropvang wordt hieraan voldaan en wordt geregeld dat alle peuters toegang hebben tot kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen en dat onderwijsachterstanden worden voorkomen, opgespoord en actief worden aangepakt. In het kader van de inspraakprocedure is door de participatieraad een zienswijze ingediend. De participatieraad geeft per speerpunt een reactie. Het college heeft een reactie gegeven op de standpunten van de participatieraad. En dit agendapunt voorbereidende besluitvormend, behandeling in twee ronden nadien of ten gevolge daarvan, geen ambtelijke ondersteuning. Behandeling in twee ronden heb ik gezegd, dus eerst de informerende ronde en wie mag ik als eerste daarin het woord geven voor de vragen. Mevrouw Schiphorst, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. CDA-fractie heeft twee vragen. Want de beleidsregels zoals die nu voorliggen, die zijn vooral gericht op de organisaties en de gemeente. Maar we missen eigenlijk de ouders hierin. Er wordt vanuit de gemeente en de instellingen gecommuniceerd naar de ouders over deze nieuwe wet, de nieuwe werkwijze, de financiële consequenties en welke acties de ouders zelf moeten ondernemen en hoe dan. En dan vraag 2, zoals in de notitie harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, die hebben we vorig jaar ontvangen, daar is al een toelichting gegeven over de financiële consequenties en dat is voor de organisaties, voor de gemeente en de ouders. Maar wat als de ouders financiële consequenties niet kunnen dragen? Is er een vangnet? Dat zijn onze twee vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Ik kijk even verder rond. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. En, de eerste is dat de wetgeving al is ingegaan en dat het nu in de Raad komt. Gaat het organisaties lukken om in de loop van dit jaar een en ander ingevoerd te krijgen? De tweede vraag gaat over de nieuwe bekostigingssituatie, de nieuwe bekostigingsregeling. Die lijkt beter bij de Dalse situatie te passen, maar is nog niet vastgesteld. En kan de wethouder iets zeggen over wat de verwachting daarover is? Komt die er wel of komt die er niet? Kan er anders misschien nog actie ondernomen worden met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes? Want dat zegt wel heel veel over de financiële stromen die er zijn. De derde vraag. Er wordt afwisselend gesproken over alle peuters en alle doelgroeppeuters. En dat is soms verwarrend. Zo staat bij de doelen dat alle peuters naar peuteropvang moeten. En niet alleen de doelgroeppeuters. Maar waarom moeten alle peuters? Van de doelgroeppeuters begreep ik dat wel. Maar van alle peuters snap ik dat niet zo goed. Nu staat in de nota van zienswijze, die haal ik er dan maar even bij, dat, en ik citeer even, wij geloven in kinderopvang als emancipatiemiddel om het werken van beide ouders te bevorderen, om integratie van minderheden te bevorderen en achterstanden te voorkomen. Einde citaat. Het gaat me nu om dat emancipatiemiddel. Is dat dan de reden waarom alle peuters verplicht naar de kinderopvang moeten? En ik wil graag uitleg van de wethouder daarover. De laatste vraag, hoe strikt gaat de gemeente de kaders controleren? En wat als een organisatie niet aan de beleidsdoelen voldoet? Dat waren mijn vragen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, een paar vragen die ik ook had zijn gesteld, dus die zal ik niet herhalen. De vragen die me resten is, er zijn nu 3 VVE-locaties in de gemeente Dalfsen. Kan elke aanbieder subsidie aanvragen wanneer ze aan de VVE-eisen voldoen? Vraag 2, deels een opmerking en daar komt wel een vraag uit. Opvallend is dat gastouders niet vallen onder het landelijk VVE-beleid. En we vragen ons af of dat geen gemiste kans is, omdat juist voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, kleinschaligheid soms beter past. Het is waarschijnlijk een wettelijke regeling, maar kan de gemeente Dalfsen daar misschien iets mee? Dan wordt er gesproken over een citaat, signaleren van ontwikkelingsproblematiek van jonge kinderen moeten verbeteren. Dat betekent dat je de juiste signalen weet te vangen en te duiden.
En er worden een aantal samenwerkingsverbanden genoemd tussen voorschoolse voorzieningen, JGZ en Samen Doen. Leidsters moeten een bepaald niveau halen. Maar wordt er ook gedacht aan expertise in huis halen door samenwerking met ketenpartners? En daar kan ook een stukje kennis vandaan komen, waardoor je signalen beter kunt vangen en duiden. Dan een vraag die aansluit bij wat mevrouw Schippers van CDA ook al zei, de rol van ouders. U geeft aan dat ouders worden betrokken wanneer er zorgen zijn om hun kind. Maar wat gebeurt er wanneer ouders zich melden met zorgen om de ontwikkeling van hun kind? Dat mis ik een beetje in het stuk. Dus misschien is er wel over nagedacht, maar ik ben er toch benieuwd naar. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Ik kijk even verder rond. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. In het stuk lezen we dat zo'n 15% van de peuters in Dalfsen niet meedoen, zal ik maar even zeggen. Is daar een helder beeld van waarom dat is? Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Rooijakkers, D66. Misschien heb ik het niet goed begrepen, voorzitter. Maar ik heb eigenlijk hetzelfde soort vraag als mevrouw Lasje. Is het nou echt een verplichting voor peuters van 4,5 tot 2,5 tot 4 om mee te doen? En een tweede vraag is over hoeveel uren, misschien dat ik er overheen gelezen heb, of dagdelen per week praten we nou? En een ander interessant iets is of de wethouder een toelichting kan geven over de bereidheid van kinderdagverblijf en peuteropvang om mee te werken aan die VVE-certificering. Want dat is wel een van de kernpunten van het verhaal. En de laatste vraag. Spelen de sociale kernteams of andere hulpverleners nog een rol bij de signalering, de noodzakelijke signalering? Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Rooijakkers, sorry. Ik kijk even naar meneer Veldhuis, maar die heeft verder geen vragen. Meneer Uitslag, mag ik u vragen de vragen te beantwoorden? Dat mag, voorzitter. Het is wel een heel rijtje. Ik zal even beginnen met de vraag die verste weg ligt. Tenminste, dat wil zeggen de besluitvorming. Namelijk in Den Haag. Hoe staat het daarmee? Ik weet het niet. Als het goed is, minister Slob daarmee bezig en is daarmee met de Tweede Kamer. Een brief aan het sturen. VNG heeft ook wat dubbele belangen daarin. Want een hele andere bekostiging betekent voor Dalfsen een heel groot voordeel. Maar voor grote steden een toch stevig nadeel. En u kunt zich voorstellen dat je kunt moeilijk dan voor de kleine gemeentes gaan pleiten als VNG. En dus daarmee denk ik dat de VNG niet een handige partner is om het te bewerkstelligen. Dus wat in Den Haag gebeurt, ik weet het niet. Maar gezien de enorme impact op financiën verwacht ik dat het niet zomaar eens even een hamerslag is. En dat er nog wel wat water door de vecht in gaat voordat we daar duidelijkheid over hebben. Ook de vraag of alle peuters nou vanaf 2,5 jaar naar de voorschool moeten. Nee, moeten niet. Zou dat graag willen? Ja. En waarom? Het is echt uit onderzoek wel gebleken dat het ook goed is voor de ontwikkeling van kinderen. En omdat we juist ons plan of ons beleid er nu op is gerend dat alle partijen die het aanbieden ook mee gaan doen. Dus ook het goede niveau kunnen aanbieden. Allemaal VVE-partner kunnen worden. En daarmee dus ook kunnen toetreden. In plaats van de drie die we nu hebben. Zijn alle kinderen krijgen straks ook hoogwaardig leraressen en leraars voor de groep staan. Of juf en meesters, hoe ze ook gaan heten. Dus ja, ik zou het belangrijk vinden dat alle kinderen daar naartoe gaan. Het is goed voor hun ontwikkeling. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te kunnen signaleren of er iets aan de hand is of iets bijgestuurd kan worden. Juist in die leeftijd van 2,5 tot 4 en later tot 6 is de ontwikkelleeftijd waar zoveel bij te sturen is en waar zoveel winst te halen is. Dat je dat later ook echt gaat terugvinden in tijdsbesteden voor de kinderen. U kunt zich de belasting voor kinderen op de lagere school al voorstellen. Hoe langer je daarna loopbediening moet doen, bijvoorbeeld, hoe vervelender het ook is. Hè? Dus maar hoe eerder je bij bent, hoe korter het ook kan. Hoe groter het plezier is voor het kind wat het betreft, dat je daar tijdig bij geholpen is. Ja, dus wil het als gemeente? Ja, graag.
Is er een groep die hem nu gaat en 50% nog niet? Ik heb geen inzicht in per se. Ik kan er niet precies duiden waarom wel, waarom niet. Dat zal financiën zijn, het zal gemaakt zijn. Het zal zijn dat ze het misschien wel niet nodig vinden, omdat het altijd al zo ging. We zien het maar. Maar we gaan er wel communicatie op inzetten om ook die groep mee te krijgen. Het consultatiebureau is natuurlijk een van de plekken waar je bijna allemaal komen. Hè. Ook een erg groot percentage wat komt. Ook daar zelfs een klein percentage van niet. Maar ook die proberen we aan te jagen als ze wel komen. Maar het is zo belangrijk dat we er op die leeftijd vroeg bij kunnen zijn. Wat ik net al even schetste. De wetgeving per 1 januari is ingegaan, dat klopt. We hadden natuurlijk als college vorig jaar al beleidsregels vastgesteld. Daar heb ik u al toekomen via mededeling van het college. Die zijn ook in samenstelling met de partners opgesteld. Dus daarmee, je kunt ook wel zien, er zijn geen zienswijzen geweest. Dat geeft wel aan dat, dat ze er ook wel in geloven en dat ze ook allemaal mee willen doen. Alle partners gaan dus ook meedoen. En ook mee met het taalonderwijs, ook aan 3F, dat ze aan 3F niveau voldoen. Dus daarmee geeft het wel aan dat ook niet alleen de gemeente, maar ook de partners het belang er wel van inzien. Ten meer ook dat, moet je zich voorstellen, als een kind één keer op een kinderopvang zit en dan wel de indicatie krijgt dat het naar een VVE-instelling zou moeten, of een geïndiceerde opvang, dat het kind dan van de opvang af moet, waar het juist heel erg gewend is. Hè, en dus weer nieuwe vriendjes moet maken. En dus eigenlijk voor de ontwikkeling alleen maar slecht is. Hè. Dus alle partijen, inclusief de gemeente, hè, het is een keer andersom, zien het belang. We hebben na de vaststelling van het stuk in de vorig jaar ook de ouders al wel een brief gestuurd. Dus we zijn al begonnen met communiceren om daar zich van bewust te maken. Ook over de financiële consequenties geduid. Voor de meeste ouders, juist voor de ouders met lage inkomens, wordt het ook echt goedkoper. Dus daar hebben we de drempel nog wat verder geslecht. Voor de ouders die met een echt fors hoger inkomen, daar wordt het duurder. Maar goed, dat is in het principe wat we hier inderdaad wel vaker hanteren. Er is zelfs een mogelijkheid dat er een stapeling is van de kinderopvangtoeslag en nog de gemeentesubsidie. En voor de beperkte groep van 120%, de kindregeling zou daar zelfs ook nog voor in kunnen zetten kunnen worden. Dus financiën zou voor die groep die het zeer krap hebben, geen argument mogen zijn. En in de regel zal het misschien wel de groep zijn die het ook meeste behoefte hebben aan het VVE-beleid. VVE-opvang voor de kinderen. Misschien toch even onderstrepen. Het emancipatiemiddel, ChristenUnie stelde die vraag. Waarom alle kinderen? Ik heb proberen uit te leggen waarom. En emancipatie is dan afgeleid, ik zou bijna zeggen, bijvangst. Want dat speelt ook mee. Maar het belang van het kind staat voor mij voorop. En dat is echt hoofdreden 1. Dat komt ergens in de bijvangst emancipatiemiddel bij. Gastouders, ja, die voldoen dat op dit moment niet aan de eisen van de VVE en kunnen daarmee ook niet meedoen. Dus ook een ander type opvang. Ja, als ik bij de VVE kijk, dan moet je ook twee leiders hebben zitten. Dat is bij de meeste gastouders niet het geval. En dat is ook gelijk het verhaal van de ketenpartners. Zo groot zijn die organisaties ook weer niet dat er ook voor allerlei mensen over de vloer komen. Hè. Dus je hebt twee mensen daar zitten. Die hebben zo'n groep onder zich. Die zijn geschoold om het te bekijken. En natuurlijk kunnen gesprekken wel her en der in de kwaliteitskring, hè, zoals we hier ook plaatsvinden. Wel gesprekken plaatsvinden en ook andere partijen aanschuiven. Maar in de kinderopvang zelf, bij de gastouder zelf in huis, zie ik dat praktisch niet gebeuren. Dat wordt wel heel erg arbeidsintensief. Want het zijn ook per slot van rekening gewoon de kinderopvangen. Voor betreft de signalering zou de ketenpartners natuurlijk wel een belangrijke partner kunnen zijn. Ik noem het consultatiebureau wel even als een hele belangrijke. En dat geldt hetzelfde voor als ouders zich melden. Over hoeveel dagdelen praten we dan? We praten over de drie dagdelen. En dus twee in de regel die al vergoed wordt en dan de derde dagdeel wat dan de gemeente de subsidie voor zal verlenen. De bereidheid van de partners is dus hoog, wat ik al aangegeven heb. En volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord.
Dank u wel voor de beantwoording, maar ik denk dat er nog één of twee openstaan. Mevrouw Schiphorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een aanvullende vraag, want u geeft aan dat we mogelijk de kindregeling daarvoor zouden kunnen inzetten. Daar zit ook een max in. En die stapeling die dan voorkomt, dat heeft dan met name ook te maken voor kinderen. Ik probeer het goed te verwoorden, maar ik bedoel dat juist kinderen uit de doelgroep ook uit de situatie komen waarin minder te besteden valt. En daarmee zou je dus die kindregeling van maximaal die 400 euro, wat nu vast ligt, is dat voldoende? Is er maatwerk mogelijk? Kunt u daar overheen? Hoe ziet u dat? Wethouder? Is maatwerk mogelijk? Ja, hè, dat is credo van tegenwoordig, zeker van dit college. Voor zover ik kan zien is de kindregeling op dit moment voor die groep toereikend. Dus, ik heb een aantal andere financieringsvormen genoemd en toeslagen die erbij komen. Maar dat zou inderdaad toereikend moeten zijn om juist die kwetsbare groepen inderdaad niet te missen. Want dat is de achtergrond van uw vraag. Mevrouw Schiphorst. Ja, dank u wel voor de beantwoording. Dat vind ik fijn te horen dat maatwerk mogelijk is. En dat omarmen wij zeker. En dan de vraag over de communicatie. Die is ook nog niet beantwoord. Nou, ik heb u aangegeven dat we al een brief aan de ouders gestuurd hebben. Dit najaar. Dus daarmee heb ik de communicatie al degelijk genoemd. Om proberen te benoemen. En het zal niet bij blijven. We hebben natuurlijk op onze website informatie staan. Daar waar geïndiceerd wordt, wordt natuurlijk ook naar de financieringsmogelijkheden gewezen. En dus communicatie erover. Dank u wel voor de beantwoording. Kijk even verder rond. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, ik heb nog twee aanvullende vragen, dan wel opmerkingen. Als het gaat om de gastouders, u zegt van ja, dat zijn toch individuele mensen die aan opvang doen, maar het zijn steeds vaker geschoolde mensen die ervoor kiezen om voor zichzelf te beginnen, juist om die kleinschaligheid van die groepen te kunnen hanteren. En anders dan in de reguliere setting, waar soms 14, 15, 16... peuters bij elkaar in een groep zitten. En dan moeten er inderdaad twee leidsters zijn. Maar op het moment dat jij vier kinderen opvangt op een dag en je bent goed geschoold en je hebt de kwaliteiten om een kind op een goed verantwoorde pedagogische manier te ondersteunen, dan denk ik dat het misschien voor sommige kinderen wel een betere plek is. En dat was wat ik ermee bedoelde te zeggen. Van joh, is daar een mogelijkheid om daar iets mee te doen? U hoeft daar niet nu een antwoord op, maar neem hem alsjeblieft mee. Want het kan voor sommige kinderen veel passender zijn dan de reguliere setting. En ik snap heel goed wat de VVE-eisen zijn. Daar zullen ze misschien niet onder vallen, maar ik zou ze ook niet op voorhand uit willen sluiten. En dan de ketenpartners waar we het even over hadden bij het signaleren van ontwikkelingsproblematiek. U noemt consultatiebureau en ik zit veel meer in de derde lijn zorg te denken. Specialistische zorg, waar hele specifieke kennis is over bijvoorbeeld blindheid, oogproblematiek, taalproblematiek, noem ze maar op. Daar zit heel veel kennis en je wil voorkomen dat de kinderen verdwijnen naar die hele specialistische zorg. En dat kan mijns inziens door die kennis naar je toe te halen als VVE-instelling. En dat was wat ik daarmee wilde zeggen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Wethouder, mag ik u om een reactie vragen? Ja, ik heb de oproep voor de gasthouder gehoord en ik ga kijken wat ik ermee kan. Dat gaat me niet voor maandag lukken, maar dat is denk ik ook meer in de uitwerking de rest van dit jaar, als ik mevrouw Kappert goed verstaan heb. Ketenpartners, derde lijnzorg. Ja, we hadden het over signalering. Eén, hè, nou, daar hebben we het denk ik wel genoeg over gehad. Dit is niet zozeer signalering, maar over hoe ga je er dan mee om. En de gevallen die u noemt zijn wel zodanig pittig, zou ik bijna zeggen. Dat we, ik weet niet goed of de extra dagdeel VVE daarmee de oplossing zal zijn. Hè? Maar voor wat betreft kennis opdoen en dat soort voort. Ja, wie weet dat het een optie is. We hebben nu
kringen waar we mee, echt kwaliteitskringen wordt het genoemd, spreken met alle partijen die het aanbieden. En als deze rond gaat komen, dan komt hij gegarandeerd daarin, zodat daar ook het niveau omhoog zou gaan. Maar blindheid, dat is nog wel een dingetje, zou ik zeggen. Ik bedoel ook niet dat je dat binnen de VVE-groepen moet halen. Maar blindheid is misschien niet helemaal het goede voorbeeld. Maar het gaat mij erom dat de mensen weten welke signalen ze moeten vangen en hoe ze die kunnen vangen. En dat, binnen de consultatiebureaus is er een specifieke kennis, maar die is heel breed. En ik denk dat je, maar goed, misschien voer dat hier ook wel te ver hoor. Maar er zijn organisaties die ervoor kunnen zorgen dat ook VVE-leidsters nog beter in kunnen spelen op signalen of ze nog beter kunnen vangen, zodat ze tijdig door kunnen verwijzen of specialistische zorg in kunnen vliegen en daarmee kunnen voorkomen of erger kunnen voorkomen. Nog een laatste reactie, wethouder? U ziet mij denk ik denken. En daar was ik ook aan het doen. Dus ik zit er even op de broer. Ik durf er niet toe te zeggen. Kijk, qua spraakontwikkeling is bekend. Hè? Daar hebben we de logopedie nadrukkelijk voor naar voren geschoven. Visueel hoor ik daar echt. Is blijkbaar het signaal ook niet zo duidelijk stevig geweest. Ik zit een beetje te haperen over voor uitzonderingen. Want dat zijn er dan toch. Hè? Anders hadden we dit vaker op beeld gehad. Maar ik neem hem mee. Ik vind hem. Die zit in hetzelfde, zullen we zeggen, als de gastouder inzet. Kijk nog even verder rond. Verder geen vragen. Dan sluit ik hiermee de informerende ronde af. En gaan we verder met de opinie. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie wil graag complimenten maken voor de gegeven achtergrondinformatie. En daarmee wil ik aangeven dat het beleidskader dan goed leesbaar en goed te plaatsen is. En dat is in samenwerking met het werkveld opgesteld. Nogmaals, onze complimenten daarvoor. De participatieraad heeft een duidelijke zienswijze gegeven waarin een aantal aanbevelingen zijn gedaan. En u heeft aangegeven daarbij de participatieraad te zullen blijven betrekken. We hebben een aantal technische vragen gesteld. Ook dank voor de beantwoording. Een paar punten als reactie daarop, want de financiële gevolgen voor ouders zijn wat ons betreft complex. En we vragen ons af of in de communicatie daarover voldoende aandacht wordt gegeven. Wordt nu begrepen hoe dit geregeld is? En we vinden een erg belangrijk gegeven, die communicatie. En we willen u daarvoor blijvende aandacht vragen. Dan over de ouders met een netto besteedbaar inkomen lager dan die 120% van de bijstandsnorm. U geeft aan dat mogelijk de kindregeling wordt ingezet als vangnet. Het is goed te horen dat er maatwerk mogelijk is. En dan daarvoor wil ik u bedanken voor deze reactie. Want we weten dat het juist voor deze kinderen uit deze doelgroep van toepassing zal zijn. Of kan zijn. En de bijdrage voor ouders lopen wel op. En ik weet dat u zegt, en wij zeggen het ook, van 0 tot 18, iedereen doet mee. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde speerpunten en de bijbehorende acties. Inzet op preventie. Dat is wat CDA betreft de beste methode om problemen te voorkomen en voor de kinderen met plezier mee te laten doen. De doorlopende leerlijn van peuteropvang naar basisschool vinden wij ook belangrijk. Maar laat alsjeblieft die kinderen spelen en zich ontplooien. Laagdrempelig, positief, waar de ontwikkeling van peuters gestimuleerd wordt tot het samen spelen en samen leven. Nou, dat bedoelen we. Wij willen onze zorgen uitspreken om de ouderbetrokkenheid en de ouders, want zij zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, maar ondersteun de ouders daarbij. Kijk wat nodig is om een VVE-traject te doen slagen. En dat is in het belang van het kind. En over de oorzaak, nou, dat vinden wij echt van ondergeschikt belang. Het stroomschema ondersteunt alle tekst over die toeleiding en dat maakt in één oogopslag een heleboel duidelijk. En dat zou wat vaker kunnen wat ons betreft. Daar hebben we wat aan. En om te kunnen sturen wordt gemeten en we zien daarom graag in de gebruikelijke rapportages over de voortgang en ervaringen. En dan willen we niet alleen financieel ingestoken hebben, de rapportages graag. En het gaat om kinderen en hun toekomst. Wij stemmen in, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook namens onze fractie dank voor het stuk. Wij zijn het met de participatieraad eens dat het een goed leesbaar stuk is dat bijdraagt aan het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Onze complimenten. Ook onze complimenten voor de toelichting die we zojuist nog hebben gekregen van de wethouder. Bij een aantal punten willen we kort langslopen. En voor een deel is het net al door de wethouder behandeld, maar ik ga het toch even markeren. Het speerpunt wat gekozen is, dat voor iedere peuter van 2 tot 4 jaar peuteropvang moet zijn, vinden we een ambitieus streven die wij van harte onderstrepen. Daarmee sluiten we geen enkel kind uit en dat is ook wat de Partij van de Arbeid wil. In 2016 bezocht 85% van de peuters de peuteropvang. Met het opschrijven van deze mooie doelstelling is deze echter nog geen realiteit. Het dient dus nog het een en ander te gebeuren. Het aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie in iedere kernzin was een belangrijke en noodzakelijke verbetering waar wij erg blij mee zijn. Een basisvoorziening hoort dicht bij mensen en werkt opkomstverhogend. In dezelfde lijn zien wij de kweekvijver voor peuters met een vroeg- en voorschoolse educatieindicatie. Ook hier is 100% deelname van cruciaal belang en daarmee de handhaving van de huidige locaties voor consultatiebureaus. Bij een streven op 100% deelname hoort wat ons betreft geen subsidieplafond. Maar daar is net al wat over gezegd. Wij horen de wethouder als hij zegt dat desondanks maatwerk mogelijk is. Wij zouden dit graag willen onderstrepen. Belangrijk wel is te achterhalen wat de oorzaken zijn dat 15% van de peuters niet deelneemt en in hoeverre een relatie is met het opkomstpercentage op de consultatiebureaus. We hebben nog een aantal aandachtspunten. De samenstelling van de peuteropvanggroepen. Dus ondanks alle goede bedoelingen mag het wat ons betreft niet zo zijn dat de groep uitsluitend uit vroeg- en voorschools educatie geïndiceerde bestaat. Kies heel duidelijk voor heterogene groepen om stigmatisering en alles wat daarbij komt kijken te voorkomen. En dan hebben we nog op bladzijde 14. Er staat per 1 januari 2018 hebben wij een subsidie voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, waardoor zij ook gebruik kunnen maken van de peuteropvang. Maar wij vinden dat niet op alle websites van aanbieders terug. Sterker, het contrast is wat groot wat ons betreft, want bij de ene aanbieder staat dat mensen met een indicatie vroeg- en voorschoolse educatie een dagdeel per week gratis opvang kunnen krijgen, terwijl een ander een bedrag, en we hebben het even opgezocht, van €23,27 lijkt te vragen. Afstemming en in ieder geval eenduidige informatie daarover lijkt ons wel van belang. Dan nog even over speerpunt 9, peuteropvang en basisscholen, dat die goed op elkaar aan moeten sluiten. Vanzelfsprekend onderstrepen we het belang van goede samenwerking daar waar het een meerwaarde kan hebben. Echter, de ontwikkeling met betrekking tot de vorming van bredere kindcentra staat ook niet stil. Ook in Dalfsen niet. En de vraag is een beetje in deze, wat stimuleren wij? Samenwerking of de vorming van een integraal kindcentrum? Nou, belangrijk wat ons betreft is dat we daarop een visie ontwikkelen. Nou, ons oordeel mag geen verrassing zijn. Wij vinden het echt een prima voorstel. Maar we zouden graag nog wat aandacht hebben voor onze aandachtspunten. Maar hier gaan we vol mee akkoord. Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Ik kijk even verder rond. Meneer Royakkers, uw lampje brandt. Dank u wel, voorzitter. Gelijke kansen voor kinderen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen is belangrijk voor D66. We zijn daarom blij met dit beleidsvoorstel van de wethouder. De ontwikkelingsbelemmering op jeugdige leeftijd onderkend en begeleid kunnen worden. We zijn ook voor preventief optreden en ook het bevorderen van en investeren in doorlopende leeflijn van peuteropvang tot het einde van de basisschool onderschrijven wij van harte. Kortzijdshalve kan ik ook verwijzen naar de mooie inbreng van mevrouw Schiphorst. Wel vragen wij aandacht voor peuters die bij een niet gecertificeerde peuteropvang of gastoudergezin dan wel thuis verblijven. Ouders hebben hierin keuzevrijheid. Dat daardoor de peuter geen toegang zou kunnen hebben tot de VVE zou voorkomen moeten worden in onze visie. En we sluiten ons aan bij de oproep van de participatieraad om in het contact met de ouders op basis van gelijkheid niet oordelend aan te gaan om voor de peuter in zo optimaal mogelijke situatie te creëren. Dank u wel. Ik neem aan dat u instemt met het voorliggende. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u voorzitter. Ook van onze kant uit dank voor de stukken. Het is wat ons betreft helder neergezet. Voor ons geldt de doelen en acties die zijn goed neergezet. Het punt over goede communicatie naar de ouders is ook voor ons belangrijk. En hier moeten we denk ik ook als gemeente scherp op acteren.
De participatieraad, de traject daarvan is wat ons betreft goed doorlopen. Op de meeste op- en aanmerkingen van de participatieraad heeft u naar ons oordeel voldoende antwoord gegeven. We kunnen ons vinden in het beleidskader, met name het vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en ontwikkelachterstanden, die zijn voor ons van groot belang. Dat je daar in een latere fase uiteindelijk middelen mee bespaart. Dus we zullen instemmen met het voorstel. Dank u wel, meneer Veldhuis. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Gemeentebelangen vindt het voor elk kind belangrijk, of weet dat het voor elk kind belangrijk is om op te groeien in een omgeving waar het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de mogelijkheden die het heeft. Het stuk dat hiervoor ligt laat zien dat gemeente Delfzijl hier oog voor heeft. Kind centraal en eruit halen wat erin zit, met monitoring op resultaten en processen, dat is mooi. Ik wil er nog wel twee kanttekeningen bij maken. En het kwam net al even aan de orde bij het CDA ook. De rol van de ouder. Als ik het stuk zo lees, dan zie ik steeds weer terugkomen. En de ouder moet zich beseffen dat. En we moeten de ouder duidelijk maken dat zij prima. Maar ik zie eigenlijk alleen bij het stukje waar het over de sociaal-medische indicatie gaat staan, dat ouders ten alle tijde eindverantwoordelijk zijn voor hun kind en zij de besluiten nemen. Dit geldt voor alle situaties, ook die daarvoor al beschreven zijn. Elke ouder heeft in beginsel een besef van verantwoordelijk zijn en daar kun je niet omheen. Ieder vult dat voor zich weer anders in, maar het besef van verantwoordelijk zijn houdt niet meer of minder in dan dat jij als ouder voor je kind zorgt, op welke manier dan ook. En dat jij dus uiteindelijk altijd beslist wat er met jouw kind gebeurt. En op het moment dat je ouders wil betrekken bij een proces, zoals dat hier beschreven is, hoef je ze niet te vertellen dat ze een rol hebben. Dan moet je ze in de samenwerkingsrelatie zetten. En dan ga je samenwerken met die ouder en dan krijgen ze die rol. Dat is kanttekening 1. De tweede is dat het stuk schrijft over rapportages, over overdracht, kindvolgsysteem, even vrij vertaald. Allemaal prachtig, hè? Doorlopende leerlijn naar de basisschool, prima, goed. Maar laten we er alsjeblieft voor waken dat die groepsleiding, of welke naam je ze ook wil geven, vooral kan doen wat primair de bedoeling is. En dat is voorwaarden creëren waarbinnen het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Mevrouw Schippers noemde het spelen, dat is het ook. En dat het kind daarin gestimuleerd kan worden. En laat die administratie alsjeblieft niet de overhand krijgen. Deze moet dienend zijn aan het primaire proces. Dat gezegd hebbende kan ik alleen maar complimenten uitspreken over het stuk. Het omzetten van curatieve naar preventieve logopedie, heel goed. Want alleen op die manier kan vroegtijdige signalering plaatsvinden als het gaat om taalachterstanden, maar zeker ook als het gaat om taalontwikkelingsstoornissen. Er ligt een gedegen beleidskader voor de komende periode. Waarvoor dank. U spreekt over minimaal 1 keer per jaar evalueren. Misschien is dat in de aanvangsperiode wel handig om dat wat vaker te doen. En dat schrijft de participatieraad ook. Dus misschien goed om dat over te nemen. Nogmaals, wij kunnen akkoord gaan met het vaststellen van voorgelegde stukken, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Onze dank voor dit heldere stuk en dank aan de participatieraad voor een uitgebreide zienswijze. Het geeft goed aan hoe belangrijk het is dat achterstanden bij jonge kinderen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en dat er een snelle en adequate aanpak beschikbaar is. En daarbij wordt er een aantal keren gesproken over de jeugdgezondheidszorg en het belang van de goede samenwerking tussen VVE-scholen en jeugdgezondheidszorg. En we kunnen dat van harte onderstrepen. En het ondersteunt voor ons het belang van toegankelijke consultatiebureaus in de 3 kernen. Een onderwerp dat, zoals u weet, onze fractie zeer na aan het hart ligt. Consultatiebureaus zijn immers de vindplaats voor achterstanden bij peuters. We vroegen al naar het moeten of mogen, peuters of doelgroep peuters. Achtergrond is dat we het van harte eens zijn met het streven om alle doelgroep peuters naar de VVE te krijgen. Erg belangrijk. Maar dat alle peuters verplicht naar de voorschoolse opvang moeten, vinden we te ver gaan. En we hebben de uitleg van de wethouder hierover gehoord en we zijn het nogmaals eens met het grote belang van de voorschoolse opvang. Maar dit blijft wat ons betreft wel een keuzevrijheid voor de ouders van de niet-doelgroep peuters.
Ik wil dan ook wel het pleidooi van mevrouw Kappert voor een goede samenwerking met de ouders onderstrepen. Het is belangrijk om ouders mee te nemen, informeer ouders en zorg dat ouders van de peuters die het betreffen dan ook echt gemotiveerd zijn om mee te werken. Maar we vinden dat het in dit stuk, zoals bijvoorbeeld in de beschrijving van de doelen of in de zienswijze, wel erg dwingend wordt beschreven. Een ander punt, en dat vinden we ook wel een belangrijk punt, er wordt heel veel omschreven over het volgen en meten van peuters. Op elk moment moet er gemeten en gevolgd worden. En dat is prima, maar leg de lat niet te hoog en laat peuters ook peuters zijn. Elke peuter heeft zijn of haar eigen tempo en dat is lang niet altijd volgens de standaard meetlat. Daar ruimte voor houden voorkomt onnodige stress bij zowel peuter als ouders. En ook hier is weer communicatie met die ouders als er iets gesignaleerd wordt erg belangrijk. Een laatste punt over de verantwoording aan gemeentes. Afspraken, werkplannen, beleidsstukken, die woorden ben ik heel, heel veel tegengekomen in dit stuk. Afspraken moeten gemaakt, verantwoording moet er zijn. Maar wacht u alsjeblieft voor een nieuwe administratieve drukte. Geef organisaties vertrouwen en ruimte. Dit is nu echt een uitgelezen kans, om regelarm te gaan werken. Als laatste, het verschuiven van de curatieve logopedische zorg naar preventief lijkt ons heel goed. Samengevat, voorzitter. Goed dat er veel aandacht en zorg gaat naar peuters met achterstanden en goed om hierin met veel partijen samen te werken. Over twee punten, namelijk laat peuters peuter zijn en overvraag ze niet en het zo regelarm mogelijk werken, horen we graag nog een reactie van de wethouder. In principe kunnen wij wel instemmen met dit plan, maar ik hoor wel graag even wat de wethouder zegt over die laatste twee punten. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Huisslag. Ja, meneer, de laatste keer herken ik. Ja. Dank voor alle complimenten. Ik ga ze overbrengen naar de opstellers. Het zijn er meerdere geweest. Maar dat laat zich ook zien in de kwaliteit, zou ik bijna zeggen. Ik ben er zelf ook wel tevreden over. Ouders is eigenlijk wel de centrale rol van u als raad. Ja, en natuurlijk, daar begint het mee. En als gemeente hebben we ook een verantwoordelijkheid, hè, vanuit de jeugdwet, die ons echt wel een aantal handreikingen geeft. Maar ja, het begint bij de ouders. Zijn die altijd even goed bereid tot samenwerken? Zijn ze bij elke inloopspreekuur? Komen ze allemaal bij het consultatiebureau waarvan je denkt dat het echt wel 100% dekking moet hebben? Nee. Moet je daarmee verplichten? Misschien werkt dat wel niet. Moet je daarmee zien te verleiden en maximaal stimuleren? U kent me niet anders. Hè? Dus ja, natuurlijk. Maar dat is ook gelijk het antwoord. Ik ga geen ouders verplichten om kinderen naar van 2,5 jaar naar de voorschool te sturen. ik ga het ze wel uitleggen waarom het verstandig is om het wel te doen. Maar zelfs voor kinderen die een VVE-indicatie hebben, kan ik ze niet dwingen. Dus voor iedereen geldt, ik dwing ze niet. Maar ik zou het wel heel erg jammer vinden en misschien ook wel minder verstandig om het niet te doen. Maar dat geldt voor echt voor alle peuters. Daarmee niet zo uitgezonderd. De zorg van de PvdA over 100% VVE in de stukken is dat wel aangegeven, 50-50 max. En juist om de normale omgeving vast te houden, juist om het spelen, want daar gaat het om je om te ontwikkelen, want spelen is ontwikkelen, om dat te blijven stimuleren. Administratieve lasten zo laag mogelijk? Ja. Het Rijk vraagt wel wat. We praten over kinderen, dus zonder vastleggen vind ik ook wel, gaat mij ook wat te kort door de bocht. Maar we gaan er samen met de partners, de mensen die het moeten doen, invulling aan geven. Hoe meet je, hoe zorg je dat je goede aansluiting bij de scholen hebt, waar de scholen ook weer verschillende systemen hebben. Die op verschillende momenten weer rapportage uitspuwen. Nou, u kunt zich voorstellen dat het heel wat ellende nog geeft. Maar juist de insteek is dat we een kind kunnen volgen, want dat vind ik wel belangrijk. Maar daarmee niet dat de juf meer tijd achter de computer zit dan naar het kind aan het kijken is. Maar volgens mij zijn dat heel erg met elkaar eens. Constatiebureaus, die kwam ook hier weer terug. Ik heb er nota van genomen, net zoals ik alle andere keren dat gedaan heb. En ik zie nog weer ouders staan. Ja, helemaal mee eens. Dit is een taak. Kinderen is een verantwoordelijkheid voor de ouders zelf. Maar dat ontslaat ons niet als gemeente om er goed beleid voor te maken. En ik denk dat we dat nu hebben aangeboden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor deze samenvatting van wat de verschillende partijen hebben gezegd. Het mag duidelijk zijn dat er... Dat ze maatwerk willen, dat er goede communicatie moet zijn. Maar bovenal, laat een kind een kind zijn en laat het spelen. En ik heb u in een eerder betoog al horen zeggen, en er was geen toezegging, maar dat is toch wel een veilige gedachte, denk ik, dat financiën voor kinderen die buiten de boot dreigen te vallen geen probleem mag zijn. Daarmee concludeer ik dat dit agendapunt als hamerstuk naar de raadsvergadering kan van volgende week. En gaan we verder met agendapunt 7 van de agenda. Krediet strategische grond aankopen. Wethouder de heer Van Leeuwen. Voorbereidend besluitvormend. De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro om strategische grond aankopen te kunnen realiseren. Een groot deel van dit krediet is reeds gebruikt. Het college vraagt u om eenmalig voor 2018 het krediet vast te stellen op 2 miljoen euro. Behandeling in twee ronden, informerende ronde en opererende ronde. Er zijn technische vragen gesteld door het CDA en de ChristenUnie, maar daar komt nog een reactie op. Wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Mevrouw Rameman, ChristenUnie, of CDA. Ja, bijna. Dank je, voorzitter. We hadden inderdaad technische vragen gesteld. Het antwoord daarop was duidelijk. Maar ik hoorde volgens mij de wethouder vanavond wel bij agenda punt 4 zeggen dat de reeds aangekochte percelen met de bedragen die genoemd zijn in deze nota geen betrekking hebben op punt 4, maar dat wil ik nog graag even bevestigd hebben. En dan de tweede vraag is, is in 2017 het krediet helemaal verbruikt? Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een aantal vragen voorbereid en er waren ook een aantal vragen bij die eigenlijk bij de behandeling van de focusrecht al beantwoord zijn. Dus die ga ik niet stellen. Hè, want het is duidelijk aangegeven volgens mij dat er geen relatie is met dat onderwerp. Dus nou, dat is helder. Dan is eigenlijk de meest simpele vraag, waarom wel om krediet vragen? Er is voor een deel ook antwoord opgegeven, maar dat is wel wat we nog even verduidelijk willen horen. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, de vorige vragenstellers, daar sluit ik mij volledig bij aan. Ik heb nog wel even een andere vraag. Welke consequenties heeft het verhogen van het budget voor de begroting van de gemeente? Kunt u ook aangeven welke gronden er dan in januari zijn aangekocht? En is dit het laatste krediet voor strategische grond aankopen? Of komt u weer om een extra krediet vragen als het bijvoorbeeld in mei voor een miljoen heeft aangekocht? Hoe werkt dat? Hoe lang kunnen we hiermee doorgaan? Dus dat is even mijn vraag. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. De vraag over 2017 is al gesteld. Er blijft er nog één vraag over. Wordt de Raad adequaat geïnformeerd in de toekomst over die strategische aankopen, inclusief de risico's? Meneer Hof. Nou, voorzitter, dank u wel. Nou, het is makkelijk als je de laatste bent. Ik sluit me aan bij de vragen die gesteld zijn. Want vooral dat stuk bevestigen dat er geen verbinding met agenda punt 4 ligt, die kwam wel duidelijk naar voren. Dat was eigenlijk mijn enige vraag. Dank u wel. Meneer Van Leeuwen. Ja, voorzitter, ik kan bevestigen dat er geen relatie is met wet voorkeursrecht gemeenten. Was het krediet helemaal op in 2017? Nee. Ik weet niet precies hoeveel er gebruikt is, maar ik dacht ongeveer de helft. Ja. Ja, het is niet zo dat het doorschuift. We hebben per jaar een krediet beschikbaar. Wat niet gebruikt wordt, wordt niet gebruikt. En dat, ja, het komt, de aankoop komt namelijk op de balans te staan.
En dat betekent dat die verder geen consequentie heeft, ja. Ja. Het heeft geen consequentie voor het resultaat, nee. Correct. Mag ik even voorzitten? Mevrouw Ramerman. Volgens mij is dat geen antwoord op mijn vraag. Ik vraag, is dat budget van die miljoen van vorig jaar? Nee, het antwoord is nee. Ik begon met nee. Maar hebben we het dan over 5 ton, hebben we het over 3 ton, nou, hebben we het over een miljoen? Daar kijk ik net even voor naar opzij, daar krijgt u zo een antwoord op. Oké, dank u wel. Mijn inschatting was dat de helft gebruikt was, maar dat zal ik even controleren. Waarom wel krediet extra? Omdat we wel vorig jaar een paar verplichtingen zijn aangegaan, maar het is niet gelukt om die op 31-12 gepasseerd te krijgen. En daardoor is er van dit jaar al een grote hap weg. Wordt de Raad adequaat geïnformeerd in de toekomst? Ik vraag me af, meneer Nijkamp, of u klachten heeft over het verleden. Nee, Nijkamp? Die verbinding moeten we niet leggen. Maar we zijn wel erg benieuwd naar wat die strategische aankopen zijn geweest. En straks ook zullen zijn. Zo mag u dat interpreteren. Ja, oké, want ik was even bang dat u vond dat het college u niet adequaat zou informeren. Dat zeg ik u toe. Alleen ik kan op dit moment niet zeggen waar het over gaat. Ik ben bereid om dat volgende week in een vertrouwelijke sessie van de Raad te doen. Maar op dit moment niet. Even kijken. Is dit het laatste krediet voor de stelling? Ja, wij vragen eenmalig uitdrukkelijk dit krediet. Voor dit jaar. En daarna is het weer gewoon terug op 1 miljoen. Meneer Roemers, u zou nog een aanvulling geven, hebben we begrepen? Ja, de inschatting van 5 ton is min of meer correct. Min of meer, maar oké, ik weet dat u uit het hoofd moet praten. Maar... Ik heb nog een aanvullende vraag, voorzitter. Ik ben nog niet aan de beurt geweest, maar dat was mijn eigen schuld. Maar het is wel heel goed misschien om even nog een aanvullende vraag te stellen. Is het niet handiger om in die vertrouwelijke sessie aanvullend, aansluitend op deze commissievergadering, daar helderheid over te geven? Want u wil immers van ons een standpunt volgende week. En dan is dat misschien handiger om dat nu te vermelden. Ik heb dit in overleg met uw griffier zo afgesproken. Die vond het verstandiger dat het in een raad gebeurt. Een raadsetting. Maar u wil volgende week een besluit. Dus dan moeten we de vergadering schorsen om dan een vertrouwelijke sessie te hebben. Ik laat dat graag over aan de griffier die daar verstand van heeft. Duidelijk wat uw antwoord betreft, alleen in hoeverre, behalve dat het, zou het dan niet schriftelijk gerapporteerd kunnen worden voor de raadsvergadering? Nou, vertrouwelijk. Daar hebben we het ook over gehad, maar dan zien ook commissieleden de informatie en dat is nou net niet de bedoeling. Ik denk dat ik daar maar even niet op reageer. Ik hoop binnenkort in de raad te zitten. En een van de eerste punten, en dat meen ik wel even serieus, ik vind het heel raar dat commissieleden anders behandeld worden dan raadsleden. Want we hebben dezelfde geheimhouding op alle vlakken. Maar goed, dat is iets voor het presidium in de toekomst. Dank u wel. U hebt uw statement gemaakt, ja, ik herhaal uitsluitend wat de woorden van de griffier in deze, meneer Broeren. Voorzitter. Oké, mag het duidelijk zijn. Meneer Nijkamp. Nog even over het punt van de vertrouwelijkheid. Het gaat hier straks over transacties van de gemeente met een andere partij. Dat zijn publieke gegevens in het kadaster. Dus misschien dat de wethouder dan ter voorbereiding of volgende week daar even over kan nadenken van wat er dan nog vertrouwelijk is. Dat kan ik u nu al zeggen. Het betreft transacties die nog moeten plaatsvinden. Dus er is in het kadaster nog niets over te vinden. Oké. Na enige discussie is daar dus ook op dit moment duidelijkheid over. Alleen we krijgen nog wel de nodige vertrouwelijke informatie. Dat wat de vragen betreft, mag ik uw opinie horen? Meneer Nijkamp, ChristenUnie.
Ja, waar we hiermee te maken hebben is sowieso logischwijs haast het doorschuiven van 2017 en 2018. Alleen in budgetair kan dat niet. Maar feitelijk is dat wel aan de orde geweest. U zegt van ik heb 31-12 net niet gehaald. Nou ja, dan krijg je dit soort dingen. Wat ons betreft akkoord. En met de toegezegde informatie die het college ons gaat geven. Veel wijsheid bij dit soort transacties. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, dank u wel. Ja, wij kunnen ook instemmen met dit voorstel. En wij ook. Dat was CDA. Wij ook. Meneer Broer van de Partij van de Arbeid ook. Nou, ik ben toch wel benieuwd welke aankopen er nou zijn gedaan, voorzitter. Dus ik schort mijn oordeel even op. Maar u kunt ook aangeven van... dat u akkoord bent in zoverre dat de vertrouwelijke informatie u goed overkomt. Oké. Meneer Veldhuis. Wij zijn ook akkoord. Akkoord, dat betekent dat we dit agendapunt bijna hebben afgewikkeld. Dat u al een akkoord bent, mits de vertrouwelijke informatie die nog tot ons komt, conform onze verwachtingen is. En dat betekent dat dit een hamerstuk is naar de gemeenteraad. En kom ik uit bij agenda punt 8, vaststellen besluitenlijst van 22 januari 2018. Bent u allen daarmee akkoord? Ja. En dan zijn we echt aan agenda punt 9 toegekomen... En dat betekent sluiting en dat doen we om exact of bijna 11 uur. En ik wens u nog een fijne avond.